another one. Koop uw kaartjes aan de kassa voor de volgende rit, de volgende ronde. Yo, Poketable! Goedenavond. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze mega PSA Submission Return. Mega Submission Return. Huutje, dankjewel voor de biddies. Ik zag ze wel hoor. Dankjewel maatje. Ik mis de badjas nu al, ja. Ik had geen tijd voor badjas. Ik zit lekker in mijn t-shirtje, korte broek. Misschien vanavond, misschien later op de avond. Hey Mirai, goedenavond allemaal. Ik zag allemaal namen voorbij komen. Gezellig jongens. De hele chat is hype. Huutje, Lucky Otten, Ruben Kief, Lee Meister, Guus de Nerd. Friedel, Pokersof, Sparky Ruben, Tim Forever. Mirai, welkom. Lee Meister. Lekker maat. Welkom jongens. Ja, ik had net even een mental breakdown. Er is weer een lampje in mijn auto gaan branden. Mijn koplamp is stuk. Gaat me weer 5 meier kosten. Ah, jongens, het wordt drama. Maar goed, ik heb hier voor mij... Out of the Disco, ja precies. Ik heb hier voor mij, jongens... Heb ik mij toch... een partij slaps. 100 PSA slaps in the building. Ja, is oké. Jongens. Zullen we maar gewoon gaan beginnen? Gewoon meteen. We gaan er gewoon dwars in. Zo, bam. Even kijken. Ik zal de lijstjes even klaarzetten met de namen. Van degene van wie de grading is. Ik zal ook even een fotootje erbij doen. Dat is misschien wel makkelijk om te zien. En we beginnen met die van eind januari, jongens. Eind januari. We gaan gewoon bam, bam, bam. Ja, Mike, goedenavond. We gaan gewoon bam, bam, bam. Oké. De onderste doen we later. Ik heb ook nog een kleine verrassing. Ik heb namelijk... It's a 10 edition gekocht. Nummertje 75, de laatste doos die in de kast stond daar. Dus die moest ik meenemen. Dus, ja. Moet je nou echt een sub komen? Wat erg! Hey, Lucky Luke! Hoe is het, jongen? Welkom. Alright. Hey, jongens. Welke was nou de eerste? Was dat deze? Nee, dat is de tweede. Oké. Dit is de tweede submission van eind februari. En ik heb hier ook nog wat losse kaartjes. Ik heb alleen... ik heb één slecht nieuws. Ik heb één keer slecht nieuws. Zullen we gewoon meteen met het slechte nieuws beginnen? Zullen we gewoon met het slechte nieuws beginnen? Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Jongens, kijk eens wat een slap is! Slap is! Ai, ai, ai. Eerlijk. Dit wil je gewoon, of niet dan? PSA! Submission! Oké. Ik kijk wel mee, helemaal goed. Alright. Number 3, Evidence of Recoloration. Deze is van... Very good, very nice! Hallo, Ricky Minaj! Doosje, dankjewel voor je subbie. 3 maandjes alweer. Hey. Eerst telefoon vergeten en mij dus niks kunnen laten weten. Dan nog te laat en ook nog eens... Ja, echt. Maar het wordt alleen maar beter vanaf daar. Alright. Charizard Hollow is recolored. We weten niet precies waar het aan ligt. Ik heb geen idee waar het aan ligt, maar ergens... is hij recolored. Of zo. Ik heb geen idee waar, maar dat is... Ja, dat is dus deze. Wat staat daar?
Dus ja, dat is wel jammer. Ook de grading ben je kwijt daardoor. Dat is wel jammer. En deze is van... Deze is van... ik denk van... Jonathan? Ik zal even de foto erbij pakken. Maar dus ja, één Charizard is niet gegraded. Dus dat is wel jammer. Dat is ook nog de base-set. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar hij is dus recolored. Ze zeggen, geven dus aan dat hij ergens gekleurd is door de hand. En dat mag dus niet. Dus ja, dat is jammer. Evidence of recoloration. Ik wist het ook niet dat dat kon. Maar goed, dat is dus ja, dat is gewoon wat het is. Ik zal even kijken van wie die was. Ik denk dat het van de februari sending was trouwens. Ik zal deze even een beetje naar voren gooien zo. Schade wegpoetst zou ook kunnen, ja. Schade wegpoetst zou ook kunnen, ja. Klopt. Even kijken, die was van... Ik denk van Shiny Blaze. Ik denk dat die van Shiny Blaze was. Even kijken, ik zie hem namelijk hier tussen staan. Shiny Blaze, dat is Ryan, toch? Ryan, dat is van jou, maat. Ryan, dat is voor jou. Ryan, ik denk dat dat van jou was. Oké, dat is de eerste. Dat is de slechte nieuws. Voor de rest hebben we alleen maar goed nieuws, jongens. Alleen maar goed nieuws. Hoop ik. Hoop ik. We gaan beginnen met iets heel goeds, namelijk. Dan moet ik even iemand erbij roepen. En diegene die ik erbij roep. Ja, precies. Dat uitgefilterd. Dat, ja, zeker. Mr. Nino, welkom. Alright. We gaan met deze beginnen. Deze is ook apart verpakt. Is apart verpakt. En dan gaan we naar... dan gaan we naar iemand die heel blij is. Tim. Tim Forever. Ben je aanwezig in de chat? Laat je zelf horen. Laat je zelf horen. Tim Forever. Are you in the building? Laat je zelf horen. Voordat we verder gaan. Deze moet ik even met jou delen. Tim, ben je er klaar voor? Are you ready for it? Huutje, dankjewel voor de... Ah, het is super lief van je. Voor de gift it's up. Daar gaan we, jongens! 3, 2, 1... Boom! Daar is hij, ja! De Pika van de Vending Series 3 in een PSA 10. Let's go! Meteen de beuker. En deze kaart is één van de kaartjes. Die dus over de upcharge is gegaan. Ja, 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 ja. Tim, ik krijg van jou... 21,89. 22 euro krijg ik van je. €22 krijg ik van je. Ik weet niet wat die waard is, maar over de 500 gaat in ieder geval. Ik denk... ik weet niet, ja. Weet iemand toevallig wat de prijs is? Het is wel leuk om even op te zoeken. Pikachu. Vending. Series. €805, maat! €805, maat! Let's fucking go, Timmy! En die heb je uit de sheet getrokken van, wat was het? €95 of zo? Ja, lekker maat. €805. Beukerslap. Van onze Tim. Tim, gefeliciteerd. Die is voor jou, maat. Die had jij ingezonden. En ik zei al, ik denk dat het wel een kansmaker is voor een 10. En we hebben er ook nog een 10 uitgehaald. Hoe lekker. Hoe lekker is dat? GG. €95 investeren, €29 grading en €800 terugkrijgen. Dat is wel echt lekker. Dat is wel echt lekker, Tim. Gegund ook. Alright. Simple Gaming, dankjewel voor de re-gifted sub. Oh, één gifted sub. Frankie Bryce TV. Lekker, maat. Welkom. Alright, Tim.
Tim. Forever. There we go. Het is vandaag 18-4. Lekker, maat. Oké. Okay. Ik heb geen sleeves voor... Nee, ik heb geen sleeves voor de klant, helaas. Helaas, die zijn allemaal op. Alright. Dan gaan we naar de volgende. Dat is, als het goed is, Supple Gaming. Supple Gaming, ben je er klaar voor? Daar gaan we. Supple Gaming in the building. De Nami. OP5. Special Alternate Art. In een jump in 10, let's fucking go, man. 2-10. Lekker, jongen. Supple Gaming in the building, joh. Ja, die is wel lekker, maat. PSA10, hoppa. Zoeken jullie hem op, jongens? Zoeken jullie de kaarten op? Ai, ai, ai. Mensen mogen ook packs boeken. Ja, dat mag zeker, ja. Dat mag zeker. Zoutig. Zoutig? Zoutig? Lekker, maat. Supple Gaming. Gefeliciteerd. Met jouw mooie team. Congratulations with your Big Ten Nami. OP5. Alternate Art. Let's go. Voor na de PSA lekker open. Ja, inderdaad. Wordt wel laat. Ja, maakt niet uit. Even kijken. Supple Gaming. En 18-4. There we go. De volgende, dat is als het goed is. Hey, dat is, er is eentje overgeslagen. Dit is Hyperboy. Ik denk dat dit de Gold Charizard is. Of de Gold Pikachu. Hyperboy. Deze zijn voor jou, maat. Daar komt ie. De Gold Pikachu Ultra Premium Collection. In een mint 9. In een mint 9. PSA 9. Pikachu. Ik heb deze in een 8,5, maat. Mooie kaart ook. Congratulations. In een 9. Even kijken of we meteen achteraan de volgende keer. Ja, dan is dit de Charizard. Komt-ie aan, Hyperboy. De Charizard. Ook in een PSA 9. Ja, die tienen daarvan zijn super moeilijk. Maar ook in een 9, super mooi setje. Om te hebben PSA 9 Metal Cards. Congratulations. Dat zijn de eerste twee. Alright, Hyperboy. Hyperboy, ik denk dat dit dan de volgende is. Woody Buzz Lightyear Autograph. Dual autograph card. Dual autograph card. Here we go. De dual autograph card. Een 3 van 5. Voor Hyperboy. Deze voor Hyperboy. Oeh, PSA 8, maat. Heel ziek. Ik heb geen idee hoe duur deze kaart is. In een 8. Dat is echt lijp. Emotional. Ik had hem lager verwacht. Want hij heeft hier damage. Volgens mij hadden we hem geschat op een 7 of een 6, toch? Woe! PSA 8, maat. Tot de pack door midden challenge. Denk boven de 3k nog steeds. Holy shit, maat. Je hebt echt superveel massa dat je hier geen upcharge voor hebt gekregen. Gewoon omdat ze niet weten hoe duur de kaart is. Dus ik heb hem op 4,99 gezet. En ze hebben hem daarop gelaten. Dus je hebt een mazzeltje. Je hebt een mazzeltje, maat. PSA 8, zieke kaart.
Zieke, zieke kaart. Oké, dan hebben we er nog eentje. En dat is de Buzz. Oh nee, de Nemo. De Nemo kaart, daar gaan we. Oh, PSA 9. Ja, dat is jammer. Die had in de 10 wel erg vet geweest. PSA 9. Wel goede cijfers, maat. Lijp. Lijp, lijp, lijp. Jammer dat deze geen 10 is. Ik ben benieuwd waar ze hem dan op af hebben gezet. Maar ja, het zijn moeilijke kaartjes natuurlijk. Hier is hij een beetje verbogen. Nou, niet echt verbogen, maar... Mooie kaart ook, hoor. Mogelijk centering. Oh ja, boven en onder. Oh ja, inderdaad. Boven en onder. 18 op 23 trouwens. 18 van 23. Vet maat, Hyperboy. Gefeliciteerd met jouw mooie kaartjes. Congratulations. Die Buzz Lightyear, dude. In een 8 maat. Veel hoger dan ik had verwacht, toch? There we go, there we go. Congratulations. GG. Die Elsa 399 heb ik misschien ook een keer zin. Ja, zeker. Moet je gewoon doen, hoor. Slaap lekker, poke zo. Insane in my brain. Hyperboy. Hyperboy. Even kijken. 18-4. Hey, hoe is het verder, Russel? Ben je nog hard aan het werk met prijzen labelen? Even kijken, dan gaan we denk ik nu naar... Ik weet niet naar welke we gaan eigenlijk. Oh, Ruben! Deze is voor jou, maat! Mewtwo V-Star Alternate Art. Ruben Keith, deze is voor jou. Here we go, here we go. In juli naar Collectorcon. Oh, vet. Met Pim ook. Nice, maat. In juli is ook die van jullie, hè? Oh nee, daar ga je er niet heen. Of komen jullie wel? Alright, here we go. Wij moeten hem dingen geven. Ja, inderdaad. Dan geef ik ze daarna terug. Hey, PSA 10. Lekker, maat. Ruben Keith met de PSA 10. Ja, tuurlijk, maat. PSA 10. En dan is dit de welbekende... De Lugia. De welbekende Lugia. Neo Genesis. Van onze Ruben Keeft. We hopen op een leuk cijfer. PSA 1 zou tof zijn. Schoolpleinkaartje. De schoolplein Lugia. Daar gaan we. Daar gaan we. PSA 1, come on. PSA 1, come on. Er zit ook een dikke swirl in trouwens. Ja, tuurlijk! PSA 1! Ja, maat! Nee, joh! Last sold, €118 voor een PSA 1 Lugia. Deze zijn super gewild. Mensen sparen gehele PSA 1 collecties. Fucking dik, maat. Een 10 en een 1. The opposites from each other. Heel ziek. Heel ziek, maat. Ja, dit is vet. PSA 1, de pop rate van deze. Er zijn heel weinig PSA 1's van deze. Dus daar mag je echt blij mee zijn. Dat je een PSA 1 Lugia Neo Genesis hebt. Van je schoolpleinkaartje naar een PSA 1. Hoe gruwelijk is dat? The real OG. The real OG. En als je hem ooit wilt verkopen, zo verkocht. Ik weet het bijna zeker, dat heb je zo verkocht. PSA 1 is echt wel gewild. En ik zag laatst sold op eBay $118. Dus dat is echt wel een lekker prijsje. Ruben, ik zou hem niet meer verkopen. Maar toch. Ruben Keef, dankjewel. 18-4. Let's go, maat. Gruwelijk dit, jongen. Gruwelijk. Schoolpleinkaartje naar PSA 1. Wat doet een 10 dan? Ja, dit is helemaal lijp, ja. Maar een PSA 6 of zo is heel slecht, hè?
Ja, maar volgens mij heb ik die later in de training gedaan. Ik heb ze niet achter elkaar gedaan. We gaan nu naar Supple Gaming. Supple Gaming. Met de One Piece. Here we go. Supple Gaming met de Yamato Special Alt Rare in the building. Here we go. Echt jongens, er komen lijpe kaarten aan. Er zit zelfs één kaart die tegen de €1500 loopt. Waarvan ik weet dat die tegen de €1500 loopt. Here we go. Ja. PSA 10 in the building. Jezus joh. Ah, dit is wel echt lekker, maat. Twee PSA 10'en voor Supple Gaming. Kijk dan joh. Maat. Congrats. Ja, dit maakt me wel weer blij inderdaad. Gewoon even niet denken aan geld zorgen. Denk gewoon aan Pokémon kaartjes. En One Piece kaartjes. En Dragon Ball kaartjes. Dan komt alles goed. Ai, ai, ai. Ja, maar echt. Die was Buzz en Woody PSA 8 voor $990 verkocht op eBay. Dus die van jou kan wel drie keer meer zijn. Ik hoop het, maat. Kattenpis TV, ben je aanwezig? Kattenpis TV, jij bent de volgende als het goed is. Ben jij aanwezig? Wat een begin van de stream dit, hè? Niet normaal, hè? Emmy in de building! Gezellig! Kattenpis TV, ben je aanwezig? Zo niet, dan ga ik je een foto sturen, geen probleem. Dan gaan we. Jij hebt een Absol Supreme Victors. Nee. Deze is van Kenny Lee. Ze hebben hem dus een beetje gemixt nog. Kenny Lee, deze is voor jou, maat. Kenny Lee, jij bent de volgende. You're the next one. Wacht, ik ga die foto erbij houden. Dat is makkelijker. Even kijken. Moment. Even de foto van de grading. Zo. Die even naar mezelf sturen. Kan ik hem even openen? Alright, daar gaan we. Kenny Lee! In een PSA 9! Ja, hij is een beetje off-center. Waarschijnlijk hadden we dat al verwacht. Gehoopt op iets meer. Maar alsnog een PSA 9, maat. Ondanks dat er widening is en hij off-center is. Meen je niet, joh. Lekker, maat! Ja, die is leuk, hè, deze. Even kijken. Fotootje openen. Dan kan ik alle namen zien op de juiste volgorde. Even kijken. Nee, deze is van Lee Meister. Deze is van Lee Meister, by the way. Dan is dit diegene van Kattenpis. Even dubbelcheck. Ja. Dit is die van Lee Meister. Lee Meister, deze is voor jou, maat. Mijn excuses, ik dacht dat het Kattenpis was. Kenny Lee was, excuses. Ik zal hier ook een foto even met jullie delen. Kun je het ook zien. Even kijken. Hoe kan ik dat even snel doen? Oké. Zo. Ik zal hem even in de juiste volgorde laten zien, jongens. Kijk. De allereerste was die van Tim. Daarna zijn we naar die Lugia gegaan. Vervolgens kwam die van Supple Gaming. Dus deze is van Lee Meister. Daarna hebben we Kattenpis. En daarna hebben we Kenny Lee. En daarna hebben we ook nog Joey met de eentje. Dus op deze volgorde zijn ze ingestuurd en komen ze terug. Kunnen we ook nog even dubbelchecken op cijfer zometeen. Even onthouden. Wie onthoudt dit cijfer? 704. Even voor de dubbelcheck. Even de 004. Lee Meister. Deze voor jou, maat. PSA 9. 704 voor Lee Meister. Oké. Zal ik even checken zelf?
Ja, klopt. 706 is die andere, dus het klopt nog steeds opvolger. Oké, check. Goed dat ze dat doen, hè? Daarom maken we foto's, jongens. Met name, daarom maken we foto's. Alright. Lee Meister. Even kijken. Zometeen komt er nog een kaartje bij van jou, dus ik laat hem nog even open. Er komt nog een kaartje bij van jou zometeen. We gaan door naar Kattenpis. Waar is die kaart van 1500? Ja, dit zit in de februari-zending. Moeten we nog even op wachten. Alright. Deze is van Kattenpis. Een Epsol. Supreme Victors. Pokémon Platinum. Volgens mij hebben wij deze geopend. Volgens mij hebben we die hier geopend op stream. Ik heb geen slap sleeves, Wim. Dus ik doe gewoon een zakje eromheen. Ze gaan met bubble wrappies gaan ze richting de klanten. Dus dat komt helemaal goed hoor. Don't worry about it. Don't worry about it. Bedankt voor de zorgen. Supreme Victors. Epsil G. Level 59. Here we go. Kattenpis. Uit de missie pack was het. Ja, dat was hem inderdaad. Ja. Here we go. Wat hadden we gezegd? Een 9 of een 8? Had widening, dat weet ik nog. Lichte widening op de puntjes. Hij is verder wel goed gecenterd. Geen krasjes op de holo. Het zou misschien nog wel een 9 kunnen worden, maat. Tuurlijk, joh! Lekker, maat. Supreme Victors Epsil G Level 59 Holo in een PSA 9 van 2009 Pokémon Platinum. Tjoo! 69 viewers. Lekker maat. 69? Mooi maat. Kattenpis, gefeliciteerd. Ja, dat is een lekkere. Is net, van mij net is de Shotjes Mewtwo. Shotjes Mewtwo? Lekker hoor. PSA 9. Hadden we een 8 ingeschat, ja. Moeilijk hoor, dit soort kaarten in een 9 te krijgen. Helemaal 10 natuurlijk lastig. Maar in een 9? Oh, lekker maat. Kattenpis. Kattenpis. There we go, tv. 18-4. Alright. Mocht je nou je slap terug hebben, jongens, en je wilt verzending, laat het me weten. Pakketverzending is €7,50. Verzekerd verzenden is een tientje. Je kan het ook gewoon brievenbuspakketje doen als je wilt. Ik probeer ze altijd netjes in te pakken. Dus dat kan. Ruben is al lam. Nog geen druppel op, maar wel een goed idee. Geen bako, maat? Meen je niet. Kenny Lee! Kenny Lee, ben je aanwezig? Kenny Lee, ben je aanwezig? Zo niet, dan stuur ik je een screenshot van je kaartje. Kenny Lee, deze is voor jou. Nummertje 706. 706. De Mew EX, ook off-center. Bijna hetzelfde off-center trouwens, holy shit. Bijna hetzelfde off-center. Here we go. Waar is jouw bako eigenlijk? Ik heb geen bako, ik heb geen rum meer. Ik moet nog steeds rum halen, ik vergeet het elke keer. Ja, alles boven de 50 was toen een shotje inderdaad. Oh, dat was echt een drama. Alright, Kenny Lee! Daar gaan we. PSA 9 ook. Allebei PSA 9. Komt door de off-centering. Vind ik nog steeds netjes, want hij is boven en onder. Of links en onder. Flink off-center. Bijna geen widening te zien. Corner. Nou, ik vind het wel netjes een 9 hoor, voor deze. Congratulations, Kenny Lee. Even een fotootje naar Kenny Lee. Even kijken. Kenny Lee. Alright, Kenny Lee, gefeliciteerd met jou. PSA 9. Binnenkort heeft Bruce weer rum. Ja, kom je brengen, Mr. Rumman. Why is the rum always gone?
PSA wordt makkelijk met tijd. Ja, met die moderne zijn ze best wel coulant inderdaad. Met de moderne doen ze vaak ook coulant. De vintage is juist moeilijker aan het worden, heb ik het idee. Even kijken. Kenny Lee. Kenny Lee. 18-4. Oké. Dan gaan we naar Lee Meister. Met een Dragon Ball kaartje. Lee Meister, daar komt hij. Na Lee Meister is Jorn. Jorn, als je erbij bent, laat jezelf horen in de chat. Kom maar op met die channel die ik voor jou gekocht heb. Ja, die had ik gepoeld, hè? Ik hoop het, maat. Ik hoop het, hè? Je weet het, hè? Als ze tieners zijn, we gaan ze laten regraden. We gaan ze laten regraden. One day, soon. Komt hij aan. Ja, 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 Lee Meister. Lekker, maat. Lekker, maat. PSA 10. Secret Rare. Super Shenron. En de building. Is het een duur kaartje in het team? Lee Meister. Duur kaartje in het team? BT 23139. Lee Meister. Mooi, man. Congrats, congrats. Ik had hem zelf dus in moeten sturen. Kutzooi. Even een dom papa, ja. Oh. Even die dom papa, maat. Zo, die kan ik echt wel gebruiken. Kan ik echt wel gebruiken ook, ja. Alright, the next one is 4 kaartjes van Jorn. 4 kaartjes van Jorn. Jorn, was jij aanwezig? Zo niet, maakt niet uit. Dan gaan we er wat rapper doorheen. Jorn. Wat? Ja, als Bruce het oké vindt natuurlijk. Wat? Pak gelijk weer ouderwetse stream. Ja, maar serieus. Waarom ben je nog niet hier? Kenny Lee, yo man! Congrats, congrats! Je had een PSA 9. We hadden het een 8 geschat. En je hebt toch een 9 gekregen. Dus je bent gemat door PSA. Super fijn. Gefeliciteerd met deze mooie kaart. PSA 9, Mew EX. Heel dik, heel dik. Tot nu toe, jongens. Ik vind de submission aardig goed. Alright. Dit is een oude, jongens. Dit is 130 à 100 in de PSA 10. Dit is een oudje, jongens. Here we go. Ik weet het wel weer. Ja, sowieso. Oh, je bent een keertje niet gewend. Nice! Ja, ik ben er gewoon. Dat is niet normaal. Het mag gewoon. Ik ben wel aan het wachten op een dirty tien in deze team. Ja, we hebben al een paar tienen gehad, hè. Even kijken. De Undaunted Houndoom Holo van HeartGold Soul Silver in het 2010 Slappy is. Goed, Vashu. Hoe is het met jou? Ja, deze is verwend de dag voordat hij moest werken, inderdaad. PSA 7, netjes. Warm volgens mij ook op een PSA 7 ingeschat. Hij was een beetje off-center en ik zag wat whitening op de randjes. PSA 7, Houndoom van 2010. Deze is voor Jorn. Ja, vette kaart. Helemaal als je Houndoom-fan bent. Even kijken, dan hebben we een modern kaartje. Een modern kaartje. De Arceus Brilliant Stars Alternate Art. In een PSA 9. Oeh, die hadden we volgens mij wel in een 10 gehoopt. Die hadden we in een 10 gehoopt. Dat is wel jammer. Waar ligt dat aan? Dat kan ik zo even niet zien. Ik zit te kijken naar de randjes. Ik zou zeggen, hij is netjes, toch? Wat jullie?
Dit is op de slap. Dat is gewoon viesheid. Oh, zie je? Klein deuk hier. Zie je dat? Er zit een deukje in de kaart. Ah, het moest wel iets zijn. Ja, dat zijn die kleine details, hè jongens. Waar je alleen ziet als je inzoomt. PSA 9 is dan nog best netjes. Is dan nog best netjes. Alright, we gaan naar de volgende. PSA 9. Oké. Okay. Alright. Dit is ook een wat ouder kaartje. Pikachu en Zekrom GX. Super vette kaart ook. Zou heel tof zijn als die wat hoger uitkomt. PSA 9, hopelijk. Of een 10 zelfs. Promo Tag Team Tins. Full art. From the Black Star promos. Die is smerig, hé. PSA 10 en nummer 710. Ja, wat een dikke het wordt. Heel ziek. Heel ziek. Jorn, gefeliciteerd maat. Gefeliciteerd. Alright, dan hebben we nog een Karen's Houndoom First Edition Japans. De Japanse First Edition Houndoom. Ook een super vette artwork. Komt ie aan. First Edition uit 2001, maat. Ja. 2001 First Edition Houndoom Jammin 10. Dikke submission, Jorn. Dikke submission, Jorn. Even kijken. Jorn, waar ben je? Hele dikke return it. Ja, prima line-up. Houndoom in een PSA 10. Die is echt dik, maat. Ik vind die echt heel vet. Alright. Je zou maar een first edition hebben in een 10, hè? Uit 2001. Gruwelijk. Alright. Ik word hier ook blij van, man. Dit doet wel positieve vibes voor me. Jorn. Let's go. 18-4. Let's go. Alright, dan gaan we naar de volgende. Dat is Ruben Kieft. Ruben Kieft met een Dragon Ball kaartje. Ruben Kieft met een Dragon Ball kaartje. Are you ready, Ruben? Bruce, was gezellig, maar ik moet morgen werken, dus ik moet echt in bed gaan liggen. Ik spreek je later weer. Rustig aan, maatje. Ik ben blij dat je je pakketje hebt ontvangen. En dat het geregeld is. Topper. Alright, here we go. Welke Lugia was het? De PSA 1. PSA 1 Lugia was het. Neo Genesis. Here we go, maat. Dewey Goku, State of Gods. De SCR. Gruwelijke kaart ook. Jongens, we krijgen echt serieus veel tienen binnen, ouwe. Ik ben hier echt heel blij mee, maat. Ik zie alleen maar tienen binnenkomen. Ai. Ruben. Ook nog eens overhandeld door Pedro, zijn meid in plaats... Oh, dat is helemaal lekker, Guus. Wat een lucky maat ben jij. Lekker, Ruben. Gefeliciteerd. Ruben heeft dus een 2 PSA 10'en.
Maak even een fotootje, maar dat is wel tof. Helemaal een lekker suppie is dit. Een lekker suppie is dit, of niet dan? Maple C, dankjewel voor de lurk. Vet hoor. Heel, heel ziek. Heel ziek. Let's go, Ruben. Let's fucking go. Daar worden we blij van. Tienen. Allemaal tienen. En jongens, de klapper moet nog komen, hè. De klapper moet nog komen. Jullie gaan nog lang niet naar bed. Behalve Guus dan. Slaap lekker, Guus. Oké. Dan gaan we nu naar een hele... Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ga even dubbel checken of dat dan... Ja, dat is de gouden. Oké. Oké. Alright. Joey! Ja, Joey! De Mew EX PSA 10 Illustration Rare in the building, man. Ja, ja, ja. Hey jongens, als jullie nou naar je zin hebben, kan je me een handje helpen door of een subby te doen, of een follow als je dat nog niet bent. Of je kan hierboven een bitje doneren en die gaat dan naar het nieuwe bureau toe. Lekker, Joey. Congratulations. Dat is 1. Oh, oh, ik moet deze wel omdraaien, ouwe. Tering, jantje, ouwe. Oi, 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 deze mannen. Deze mannen. Oh, joi, joi, joi. Hoe ga ik dit nou doen zonder te zien? Wacht, ik ga een codekaart opleggen. Maat. Maat. Ja, morgen komt hij online, inderdaad. Morgen komt hij online. De Charizard EX! De Charizard EX. Nou, ik denk dat ik naar de IKEA ga, Wim. Ik wil wel zo'n bureau inderdaad van Secret Labs, maar misschien kan ik hem goedkoper krijgen bij de IKEA. En Hoogland, die had aangegeven dat hij misschien wel één voor mij wilde maken. Alright, here we go. Charizard EX. Yo, maat. Deze submission? Alice, Vivi, dankjewel voor de follow. Deze! Rayquaza VMAX, Silver Tempest. Trainer Gallery. Komt ie aan. Ja, yo, yo, yo. Ja, yo, yo. What the fuck, ouwe. Deze man heeft alleen maar tienen. Oké. Okay. Here we go! Lugia V-Star! Ja, ik heb 500 cash meegestuurd. Ik wil die Mew! Nou, misschien is hij wel te koop hoor. Ik denk het niet, hij verkoopt meestal niet. Alright, here we go. In een beta 9! Oeh, ja, waarschijnlijk hadden we dat al verwacht. Waarom hadden we dat verwacht? Ik zie niks. Ja, dat is baal. Dat is jammer. Ja, dat is jammer. Oké, 9. Fair enough. De 10 land is opgehouden. We gaan nu naar... Charizard V-Star. Charizard V-Star in... Wacht, we halen deze ook gewoon even weg. We doen gewoon alleen maar 10 hier. Alright. Ik wil zelf ook niet kijken. De Giratina van Crown Zenith. De Chase kaart. Oh, in een 6? Waarom dan? In een 6, waarom dan? Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Oi, oi, oi. Zien jullie hem?
Ik denk dat dit hem is. Zie die deuk? Proberen. Ja, ik denk dat dit hem is. Zie je dat? Ik vind deze wel streng hoor. Ik vind deze wel streng, hè, jongens. Openbreken, regraden. Ja, ik denk... Wat ik nu net zie hier... Kijk. Je ziet hier, zie je een lijn? Wacht, ik probeer het flitsen op te zetten. Zie je dat? Dat lijkt op een deuk, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Alsof hij daar een beetje gevouwen is. Vouwlijn, ja. Vouwlijn, inderdaad. Hier kan je het zien, want nu zie je dat het licht niet erop valt. Achter die streep, zeg maar. Zie je dat het licht erachter, achter die lijn? Zeg maar vanaf hier. Zie je dat het licht wegvalt. Snap je? Er komt een schaduw dan. Ik denk dat dat hem is. Heftig wel, direct een 6, ja. Echt, heel heftig. Oké, maar ja, consequent... Daar was iets mis mee. Oké, we gaan door. Dat is wel jammer. Joey, dat is jammer. Alternate Art Charizard van Brilliant Stars. In een PSA 9. Oké. Die is off-center, hè? Die is off-center, ouwe. En niet zo'n klein beetje ook. En je hebt gewoon een 9. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Alright. Nog één kaartje. Laatste. Charizard EX. Hyper Rare. Dan gaan we. En nog een PSA 10'tje. 15'en. 2 9's en 1 6. Ik weet niet hoor, maar dat is gewoon... Dat is gewoon wel sterk, zeg maar. Ja. Daar kan je alleen maar blij mee zijn. En die is wel killer. Is gemiddeld een 10. Ja, inderdaad. Tering zieke sup, hoor. Ik ga hem even sturen, Joey. Geen probleem, Kenny. You're welcome. Oh, je bent er gewoon, maat. Lekker. Nou, dan hoef ik hem niet opsturen. Ja, ik stuur hem wel op, alsnog. Wat een zieke sup, ouwe. Heel ziek. Ja, beukers. En die volgende zending is nog erger, hè? Die volgende zending is nog erger. Alright. Waar is de Moonbryon? Ja, echt. Die mis ik ook nog. Gefeliciteerd, Joey. De Miel en de Zart niet verwacht. Nee, echt. Deze is wel... ja, dat is wel jammer. Had je gezien? Had je gezien met die crease? En je ziet het nu ook zelfs. Als je erop let, dan zie je het. Heb ik ook niet gezien hoor. En we hebben echt wel goed bekeken. Nou, het kan zijn dat het bij PSA stuk is gegaan. Moeten we even terugkijken naar de keer dat je hem hebt ingezonden. Kunnen we zien of we zoiets kunnen spotten. Maar wel zieke zending hoor, absoluut. Absoluut. Ik ga er even 2 van maken, oké?
PSA fucks it up again. Ja, het zou best kunnen hoor. Het zou best kunnen, ja. Komt uit mijn masterset. Meen je niet? Oh, je hebt hem zeker te hard eruit gehaald of zo. Je hebt hem te hard eruit gehaald, of niet dan? Rowit, goedenavond. Goedenavond. Zonde, maat. Nou ja, gewoon een nieuwe opsturen. Een nieuwe halen en opsturen, maat. Dat is de enige mogelijkheid om weer 10 te halen. Even kijken, Joey. Dankjewel voor deze grading. Super vette return. Joey. 18-4. Ziek, hoor. Alright. Meer titel halen, dat is goed. Meer titel halen inderdaad. Rainbow is hard ook uit je masterset. Oh, echt? Wat een kut masterset heb jij gekocht, zeg. Dan gaan we naar Albertino. Even kijken. Albertino heeft 5 keer grading gedaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dan komen we daarna bij mijne. Oh. Oké, wacht. Ik doe het even zo, dan kan ik ze tevoorschijn halen zo. Volgens mij is dit mijn inzending, jongens. Mijn regrade inzending. Oké. Okay. Here we go. Ja, het zou best kunnen zijn dat ik allemaal slechte cijfers krijg, hoor. Ik ben nu al zenuwachtig, inderdaad. Alright, maar deze zijn voor Albertino. Ze zijn ook via Joey binnengekomen. Albertino! Ik weet niet of je meekijkt, maar anders, misschien kan jij hem opnemen, Jonathan. Misschien kan jij hem even opnemen. Echt serieus. Dit zou echt kut zijn als ik alleen maar slechte cijfers heb. Iedereen allemaal dikke cijfers en ik slechte cijfers. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Joey, neem jij op. Geef hem een geel als je hem opneemt. Dan heb je alle cijfers voor je maatje. Alleen maar 5 voor Bruce, ja, echt. Door het openbreken allemaal verneukt. Allemaal 5? Lekker, lekker. Joey, gaat het lukken? We maken wel een foto. Oké, komt ie aan. Een PSA 10. De eerste is binnen, jongens. Dat is een lekker. Deze trouwens te kopen. Hè? €99, jongens. Kan je je eigen PSA 10 verdienen. Als je ook een PSA 10 wilt. Alright. De eerste is een 10. Congratulations. Dan gaan we door. Hidden Fates. Hij kijkt zelf. Oh, topmaat. Albertino, daar komt hij. Hidden Fates. PSA 9. Dat is jammer. Ja, hij is off-center ook, hè. Off-center links naar rechts. En onder naar boven. Vind ik het nog netjes. Nog netjes om een 9 te krijgen. We hadden gehoopt op een 10 natuurlijk. Maar het is een 9 geworden. Alright, volgende. Komt-ie aan. De Golden Lugia. Silver Tempest Secret Rare. PSA 10 in de building. €80. Lekker, maat. Alright, here we go. Oeh, deze ook vet. Hele mooie kaart ook. Mew EX. Lekker, maat. Kijk, maar serieus. We hebben echt ziek veel tienen. Jongens. Holy shit. 1, 2... 3... 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 tienen. Ja, ik compenseer het wel naar 6 en 7. Komt goed. Hyper Rare Charizard, Obsidian Flames. In een PSA 9. Ook een tikkeltje off-center. En de corners zijn niet heel mooi. Oké, fair enough. Hey, ze hebben wel eerlijk gegrade. Zeker veel tieten, maat. Wordt helemaal hitsig ervan. Hey, Albertino. Gefeliciteerd, maat. 3 tienen, 2 negens. Goeie inzending. Daar doen we het voor. 3 van de 5, een 10. En net hadden we 5 van de 8, een 10. Joey en Albertino zijn blije mensen. Alright, here we go. Congrats. Albertino. Even kijken. Via Joey. 18-4. Woe! Ja. Ja, dan gaan we naar die van mij toe, hè. Dan moeten we naar die van mij toe, jongens. Ik zal even kijken welke ik ook alweer allemaal in had gestuurd. Oké. Het zijn allemaal regrades. Compensatie, ja. Het gaat nu wel gebeuren, denk ik. Eerlijk gezegd. Ik ben wel bang. dat ik alleen maar kutkaarten ga hebben nu. Omdat alles is een 10. Het kan gewoon niet beter dan dit. Even kijken. Het kan alleen maar slechter gaan nu. Oh, emotional damage. Oké. Komt-ie aan, jongens. Dit zou moeten zijn vanaf de Moltres tot aan de Dragon Ball Z. Vanaf de Moltres tot aan de Dragon Ball Z zou in principe die van mij moeten zijn. En, oh ja, wacht. Moet ik het wel even... Emotional damage. Ja, maar echt. Oh, jongens. Ik ben ze even opnieuw aan het stapelen. Kunnen we ze van achter oppakken? Dan zie ik de cijfers niet. Oh, janken wordt dit, ouwe. Dit wordt janken. Nou, Dragon Ball Z hebben we wel kans op 10. Wat waren de grades eerst van jouw kaarten? Ja, dat is een hele goeie. De Moltres was een 8,5. De Aerodactyl was een 9. Dit was een 7. Dit was een 9. De Tyranitar was een 9. De Charizard was een 9. De Mewtwo was een 8. En de Dragon Ball zijn nieuwe kaartjes. Ik weet ze ook gewoon nog uit mijn hoofd ook, hè. Holy shit. Oké. Dus we gaan van een 8,5. De Moltres 8,5 naar een regrade. W's in the shot. Van... W's in the shot. Moltres 8,5, jongens. TGA grading. Moltres 8,5 met Swirl. Hey, oké. Oh, echt. min een halve punt. Oh, nee. We gaan niet zo doen nu. Alsjeblieft, zeg. Alright. TJ is waardeloos. Dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Aerodactyl. Pre-release. Was een 9. In TJ was een 9. First edition pre-release. Emotional damage. Deze gaat open
Deze gaat open en die gaan we gewoon in de map doen. Van een 9 naar een 7, maar hoe dan? This is unacceptable. Ik word echt genaaid gewoon. Ik word echt genaaid waar ik bij sta, maat. Van een 9 naar een 7. Gaat het even? Gaat het even niet of zo? Wat is er dan een 7, joh? Geen crashes op de holo. Een haartje. Waarom is dit een 7? Waarom is dit een 7 dan, joh? Wat is dat? Is dat damage? Nee, dat hoort gewoon. Maat, wat is, hoezo is het een 7? Nee, dat is een pluisje. Dat is een pluisje. Opnieuw opsturen. Nog een keer. Ik ga het nog een keer opsturen. Godverdomme, jongen. Oké, goed. Ik zei het toch? Ik ga het wel weer rechtzetten, hoor, die cijfers. The motherfuckers, jongen. Hé, hey, goedenavond, amazing. Oh, jongens. Oh, nee. Dit was een 7. Dit was een 7. Dit was een 7. Maak alsjeblieft geen 5 van. Bijna, hierna. Na deze stapel, dan gaan we naar de februari. Oké. Okay. Nog een keer PSA 7. Oké. Okay. Oké. Okay. PSA 7 naar PSA 7. We tried. That's part of the game. It's okay. Togepi. Was ook een 7. Rip it. Here we go. Ook eens even, oké. King Bart, dankjewel voor de follow. Oké, dan gaan we naar de Pikachu. Betekent wel dat ik ze netjes heb gekrekt, inderdaad. Ja, dus het ligt niet aan mij. Deze gaan we gewoon regraden. Oké. PSA 9 was dit. PSA 9, come on. PSA 9, let's go, maat. PSA 9, let's go. Kaartje van €140, hè. €140 in de 9. Oeh, alsjeblieft. Make it a 10. Het was een 9. Make it a 10. Doe het voor me, alsjeblieft. Ja, Ja, lekker, maat. Ik mag ook een 10. Deze man heeft sowieso, of vrouw, heeft sowieso geneukt. Voordat hij ging graden. Sowieso. Jee. Sowieso. Jee. Van een 9 TGA naar een 10 in PSA, jongens. Deze was een TGA 9. En we maken er gewoon een PSA 10 van. Oh, dat is lekker, hé. Is dit een dure kaart in een 10? Oh, daar ben ik blij mee, hé. Zo, dat had ik even nodig. Had ik even nodig ook gewoon. Jesus. Pikachu. V-Max. Rainbow. 200 euro, maat. PSA 10. €200. Maar dat is de Amerikaanse markt, hè. Dat telt niet mee. Dus het is 2,25. 2,25 PSA 10 Pikachu. Let's go, maat. Oké. Okay. Alright. Tyranitar.
eventueel interesse. Zeg maar, hè, Wim. Tyranitar V. TGA 9. Naar een... PSA 9. Let's go. PSA 9. I'll take it. I'll take it. Alright. Charizard. Charizard VMAX. Charizard VMAX, jongens. TGA 9. TGA 9. Naar een PSA. Ja. Oh, wat maakt me dit blij, man. PSA 10 in de building. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En terecht ook, hè. En terecht ook gewoon. TGA 9 to a 10. Boogers in het midden. Let's go. Oké. De laatste, wat is dit? Mewtwo V van een PSA 8. PSA 8 Mewtwo V naar... Hij is off-send, ik hoop een 9. Naar een 8. Oké. Van een 8 naar een 8. Dan hebben ze hem eerlijk gegraden. Daar kunnen we niks meer aan doen. Alright. Dan gaan we nu naar Dragon Ball. Zo, ik was zenuwachtig en zweten. Oké. De SR Goku. PSA 9. Hij is ook off-center. Die heb ik gewoon meegestuurd omdat ik dacht, mooi voor het setje. Hopelijk pakken we niet alleen maar 9's nu. Dat zou wel een beetje kut zijn. Oké, come on. SPR. En dan gaan we zo meteen door naar de SCR. Ja, weet ik niet. Omdat ik heb ze allemaal, zeg maar. Kijk, deze heb ik. En deze heb ik ook. Allemaal uit één box gepoeld. Dus ik hoop dat ze niet allemaal op centen zijn. Nee, dan heb ik een setje van 9. Ook goed. Here we go. Special Rare, de SPR. Tuurlijk, maat. Doe maar de duurste ook in een 10. Alsjeblieft, zeg. In een 10. Let's go, maat. Oké, come on. Ik denk een 9. De SCR. Yes! Ja, natuurlijk! Oh, wat lekker zeg! Ja. 2 tienen en een Dragon Ball Z team. Zweten? Stress? Ik moet even wat drinken pakken, jongens. Alles is te koop. Mocht je wat willen, ik pak even wat te drinken. Zoek de prijs op en koop het. Oh ja, Arrow is niet te koop trouwens. Deze gaat in mijn eigen set. En deze misschien ook. Die ga ik misschien ook wel breken. Heb ik ook nog een nier.
Maar echt. Lekker chocolaatje. Oude handelaar. Ja, ik heb dus net, ik heb net doorgekregen dat mijn koplamp stuk is. En ik heb adaptive beak xenon lights, dus ik moet 225. 200 in dollars. Plus 10%, 15%. Wat kost die Togepi? Ja, die is denk ik niks waard. Als hij te weinig waard is, dan doe ik hem niet weg. Dat is Sudden Island natuurlijk. Oh ja, dus niet alles is te koop. Togepi, Sudden Islands. $37. Als je me... Als je me 5 tientjes doet, dan doe ik hem weg. De Togepi. Ja, maat. Luister. Ik koop die auto hè, van 14k met 99.000 kilometer op de teller. Dan zou je denken... Dat is gewoon een goede auto, weet je wel? 8 jaartjes oud, is niet de hele oude auto. Zit bijna geen kilometers op. Je hebt toch graag... Nee, dat is tweedehands gekocht, ja. Maar goed. Eerst kreeg ik te horen dat de camera... 220, Wim. 220 hebben we nu een deal. Garantie tot de deur bij tweedehands, ja precies. Kut Duitsers. Ik vind het een mooi offer trouwens. Ik vind het een mooi offer, Wim. Maar ja, dus eerst camera calibratie. Nou, dat heb ik gewoon geskipt. Dat is gewoon duur. Bij een garage gekocht wel, ja. Maar... exclusief verzending dan. Oké. Exclusief verzending. Nee. Het was... het is een koplamp, hè. Daar krijg je geen garantie op. Koplamp krijg je geen garantie op. Dat is gewoon... 2016 is die auto uitgekomen. Hier in Europa. Ja, echt. Ja, inderdaad. Vind ik ook. Wim, oké, deal. Let's go, maat. 2-10. Pikachu is er vandoor, jongens. Dat is al één koplamp. Nu die andere nog. Want als die ene stuk gaat... Dan gaat die andere waarschijnlijk ook stuk. Dus dan gaan we. Regelen we betaling voor je lamp. Lekker maat, dankjewel. Wim, toppertje. 2, 10, 18, 4. Alright, Wim. Dankjewel. Ja, maar het is een koplamp inderdaad. Geen rondonderdeel, maar dan 14k. Oude mogen ze... Ja, vind ik wel. Vind ik ook. Maar ja, die Duitsers jongens zijn zo moeilijk om mee te communiceren. Zo moeilijk om mee te communiceren. Ik heb al meerdere keren een bericht gestuurd, maar ze sturen gewoon niks terug. Dus ja, ga ik dan weer 4 uur rijden om te zeggen, hey, maat, mijn lampje is stuk? Ja, die ja. Onderaan de 2 jaar, ja. Kijk, weet je wat het wel is? Als ik nu 2 nieuwe lampen erin doe, dan kan ik wel weer zoveel jaar ermee rijden, weet je wel. Altijd met de lampen uitrijden. Toyota blijft ook rijden. Ja, hij rijdt nog wel hoor. Maar ik had dus... die camera calibratie, dat moet gewoon gebeuren. Dat wist ik al vanaf van de aankoop, zeg maar. Maar ja, dat is... Dat moet je bij Volkswagen dealer doen. Of misschien bij Looney Tunes. Die wilde het misschien voor me doen. Maar dat is wel... Dat kan prijzig zijn. Want het is gewoon arbeidsuren. Om diagnose te stellen. En... dat is gewoon kut. En daarna was het... naar die velgen natuurlijk. Die was 1350. Maar ja, dat is natuurlijk ook een deel van mezelf. Met zomerbandjes en winterbandjes.
Ja, denk ook wel hoor. Ik denk ook wel dat het bij iemand anders kan. Dus ik hoop dat het bij Looney Tunes misschien kan. Die wil dat het, die woont in Twente of zo. Die wilde het misschien wel voor me doen. En wat was er daarna? Oh ja, die velg had ik een nieuw op. Voor €1350. En toen zaten er geen sensors in. En bij deze auto blijkt weer speciale sensor nodig te zijn. €335 voor 4 sensors voor mijn bandenspanning. Dus helemaal kut. Stoepbrand? Nee. Gewoon, ik had winterbanden. Echte winterbanden. Duitsland winterbanden, zeg maar. En nu heb ik zomerbandjes erbij. Dus ja, fietslamp. Mislamp aan. Zie je niet meer toe. Ja, TPMS sensoren zijn prijzig. En het waren ook niet Europese. Want die auto komt officieel uit Estland. Daar is hij van de eigenaar van Volkswagen geweest. Dus ja, dat is... Ja, klopt. Feest. Ja, top. Maar oké, we gaan verder. Oké. Mocht er iemand dus... vijf tientjes, dan doe ik hem wel weg. De Tokopie. Vijf tientjes. Ik zou hem persoonlijk... Zou ik hem uit de slab breken... En hem als ungraded aanbieden. Dan krijg je er volgens mij... Tussen de 50 en 80 voor. Dan is hij zelfs meer waard. Maar ik heb deze heb ik nu al 3 keer. Dus ik heb hem in principe niet nodig. De Mew weet ik niet of ik weg doe. Ik zal even kijken wat die waard is. Als hij heel veel waard is, dan doe ik het misschien. €82. Deze zou ik wegdoen voor 100, denk ik. In een 8 is die 142. Ik zou deze wegdoen voor 100. Bij elkaar 150. Is op zich wel een leuk deal. Wil je hem bewaren tot een hoorn? Als je hem betaalt wel. Ik heb geld nodig. dankjewel voor de... Wat was het? Wat werd er gedaan? Was het een follow? Frankie Bryce TV, was dat een follow? Ja, maat. Dankjewel voor de follow. Let's go. Let's go. Ik heb een premium lucht in mijn banden gedaan. Lekker, maat. Een vraag hoe wat. Oké. Alright, dan gaan we naar de volgende, jongens. Dat is de februari-inzending. En dat is echt een beukert. Alright. Mocht u dus kaartjes willen hebben, jongens. Ik zal ze ook even op Instagram knallen. Dan zijn ze beschikbaar voor jullie. Maat, die Charizard en die Mew en de Pikachu. Fucking dik, man, in een 10. Dragon Ball Z kaartenprijs. Dat is een hele goede, weet ik niet. Zou iemand dat kunnen opzoeken voor mij? Als je deze twee koopt, krijg je deze er gratis bij. BT2310 en BT2340. Gratis, niet duur, nee. Ik leg ze even apart voor je. Zijn wel oprecht vette kaarten ook, ja. En die hebben we allemaal uit één box getrokken, dat was wel tof. Maar die Aerodactyl, waarom is dat een 7 geworden? Dat is wel echt jammer, hoor. Alright. Oké. De nieuwe box. Waarschijnlijk onderprijs, maar dat bied ik. Oké, check. Beetje veranderen in de collectie. Right. Here we go, jongens. De volgende box. Deze is ook nog beschikbaar, hè. Voor €99 is hij voor jou. It's a 10 edition. Komt sowieso een PSA 10 uit. Met 10% kans van de 100 boxen. 10% kans dat je de beuker eruit haalt. Die Son Goku... SCR is de goedkoopste kaartmarkt Europa, €350, maar eBay is $200 de goedkoopste, oké. Dus dan zal ik daar een beetje tussen zitten. En die andere? Um,
Ja. Hoe krijg ik dit? Nou, ik moet hem openbreken, denk ik. Dat is wel jammer. Wacht, ik ga even kijken of ik hem... Ik ga ze gewoon op zijn kop leggen, denk ik. Alright, guys. Oh nee, dit kan niet. Nee, dit kan helemaal niet. Ah, kut, wacht. Dit kan helemaal niet. Oké, wacht. Eerste twee zijn van amazing. Ik ga het even zo doen. My bad, jongens. Ik ben het. Verneuken. Je verneukt het weer. Je verneukt het weer. PSA, alright. Here we go. Deze twee zijn van. Amazing. Amazing pudding. Volgens mij is dit de eerste dan. Of niet? Nee, dit zijn jouw kaartjes. Ja, dit zijn jouw kaartjes. Dit zijn jouw kaartjes, sorry. Ik weet het niet meer, jongens. Ik weet het niet meer. Zoiets is het. Zoiets moet het wel zijn, ja. Alright. Amazing. Deze voor jou, maat. Doe even een 10. De Pika Wending. Volgens mij... hadden we deze op een 9 geschat vanwege de... vanwege de centering. Hadden we deze nou op een... Er was een 9, toch? Zonder grap. We gaan het zien. We gaan het zien. Misschien is het wel een 10. Als het maar geen 8 is. Als het maar geen 8 is. Come on. Ah, maat. Oké. Okay. Dat is jammer. We hadden... Maar het is logisch. Het is wel logisch, want ik had maar 1 bericht gekregen. Van een kaart over de... Over de 800. Of over de 500. Even kijken, wat was deze? Pikachu Vending Series in een 9. €229, maat. Dus je hebt alsnog... zeg maar... €100 winst. €100 winst. Die andere 10 van Dragon Ball Z Card Market is 75. eBay $50. Dus je zit op... wat zijn nou? 200 en 350. Is 275. Is 3,25 en de andere gratis. 3,25 en die andere gratis. Is dat een mooie prijs? Amazing! Ja, een 9. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Oké. Dan hebben we de volgende. Dat is deze. Dat zou de Cubone moeten zijn. De Cubone. Van de Vending Series. Oké, here we go. Amazing. Ik heb een bakertje nodig. Ja, maar echt. Maar echt. Ik kan zo even een... een biertje pakken. Alright, gaan we. Zelfde set. Zelfde set off center. Boven en rechts. PSA 9, dat is jammer. Dat is jammer, Amazing. Geen tienen. Geen tienen voor Amazing. Maar de Pikachu is alsnog 229. Je hebt 95 betaald. Plus grading. Is 95 plus 30 is 125. Dus je hebt €100 winst op deze.
En die andere? En die andere is 30. Dus je hebt je grading terug, zeg maar. De gok was een 10 natuurlijk. Dus je hebt 100. Ja, je hebt 100 euro winst. 100 euro winst van de Vending Series. Ja, is leuk man. Die Vending Series zijn serieus wel interessant hoor. Als je 9 spoelt. Deze was gewoon 800 in een 9. Of in een 10 bedoel ik. Crazy. Amazing. 2 negens, 100 euro winst. Kan je weer bijna 4 kaartjes van laten graden. Is gewoon wel lekker. Laten we zeggen 3. Je kan er 3 kaartjes van graden. Gratis. Als je ze verkoopt. Ik heb trouwens sowieso wel iemand die interesse heeft in deze Pika. Mocht je willen verkopen, Amazing. Moet je het maar even laten weten. Amazing. Pudding. 18-4. Alright. Ja, we gaan nu van de... Altijd welkom. Oké, check. Ik stuur het even naar mezelf. Kan ik niet vergeten. Pika Vending. 3. 2,29. Wat voor prijs wil je er dan voor? 2,29 is hier op eBay of op Price Charting. Wat zou je er dan voor willen? Dan gaan we naar Jopie. Jopie heeft... Oh, die heeft wel een hele stapel, ja. Even kijken. Dat is 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus deze 2... 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Jopie! Yo, je bent er, hè, maat. Lekker. Deze even voor jou, maat. Ik zal het even zo doen. Dan kunnen ze gewoon van achter meteen de eerste pakken. Oké, Jopie. 2,50, maar wil hem vooral graag kwijt. Oké. 2,50. Vraagprijs. Ik ga hem doorsturen naar diegene, oké? Jopie, daar gaan we, maat. Daar gaan we. Oh, Bruce, weet je die Hanafuda set nog waar ik... Ja. Oh, je hebt de Cubo misschien nog. Vet. Lijp. Alright, here we go. Jopie! Zapdos Hollow van de Japanese Fossil. Volgens mij heb je die bij mij gepoeld ook, toch? Of niet? Of heb je die zelf ingestuurd? Here we go. Ik weet het niet meer, Jopie. Hebben wij die gepoeld? Ja, we gaan gewoon verder met 10, jongens. We gaan gewoon verder met Jammins. Zapdos Jammin 10. Beuker, joh. Alright, here we go. Gengar Hollow. Met Swirl. Japanese Fossil. Oh, 9. Had het nou omgeruild, nou. Alsnog heel dik, PSA 9. Had natuurlijk wel leuker geweest als dit een 10 was geweest, maat. Dat is jammer. Alsnog wel lekker. Alright. Dan gaan we door. Dit is Charmander Alt Art. Charmander... Oh, dit is van de God Pack. Charmeleon. Charmander. De Charmander Illustration Rare. Here we go. Een 9, ja. Top to bottom of center. En widening. Nog steeds oké. Dan gaan we. Ook een 9. Maar wel op nummer. Wel op nummer, dat is goed gegaan, gelukkig. Op nummer is goed gegaan. 406, 407. 2 negens, jammer. Jammer. Oké.
Charmander, Charmeleon. Maar het gaat om de Charizard, hè? Die willen we dik hebben. Come on. Nee. We willen 10. We willen een 10. We willen Charizard in een 10. Come on. Do it. Do it for Yopie. Do it for Yopie. Een 9. Een 9, ja. Komt natuurlijk uit hetzelfde set. Wel een setje van 9's inderdaad. En op nummer 406, 407, 408. Oké, jammer. Ik had graag meer voor je gehad. Squirtle Altart, ook hier gepoeld. Squirtle Altart, ook hier gepoeld. Daar gaan we. PSA 9. Nou, je bent een trend aan het inzetten, Jopie. Een trend die we liever niet willen. Een trend die we liever niet willen. Come on. Wartortle, kom op. Deze dan in een 10, alsjeblieft. Geef deze dan een 10, alsjeblieft. Wel allemaal op nummer. Het is alleen jammer dat je never nooit de 4, 10, 11. De 4, 10 en dan 4, 11 gaat krijgen. Die gaat helaas niet bestaan. Want de eerstvolgende is van Booba. Dat is jammer. Dat is jammer, man. Wel dik, een hele set in 9's. Kan ik niks anders te zeggen. En deze in de 10 is natuurlijk ook heel dik. Jopie, congrats with the pools. Gepoeld hier in de livestream. De illustraties zijn moeilijk. Ja, ik weet het niet. Geen idee. Maar we zien het. Het is moeilijk. Die Gengar, wat doet die Gengar in de 9, maat? Wat doet die Gengar in de 9? Gaat dit passen met de label? Okay, let me try it. De label zit hoog. Het zou moeten kunnen. Yes. Yes. Alright. Jopie. Jopie. 18-4. We hadden meer tienen gehoopt, hè, maat. Ik hoop dat je alsnog blij bent met je kaartjes. I hope you're still happy with the cards. Even kijken. Dan gaan we naar Booba. Met 2 kaartjes. Booba. Booba, ben je in de building? Ik ben sowieso blij. Gelukkig, maat. Gelukkig. Booba, ben je erbij of niet? Zo niet, dan ga ik je een WhatsAppje sturen met een fotootje. Dan gaan we. Voor Booba. De Clive Alternate Art. Special Illustration Rare. Beetje off center, top to bottom. PSA 9 meteen. Very harsh. Maar very real. Oh, ook widening. Oké, okay. Ook widening erbij. Een stippie. Not bad. Still a 9. Alright, Booba. Booba! Alright. Oeh, die hebben we gepoeld. Legendary Treasure. Black and White. Tornadus holographic. Super vette holos van Black and White. 2013. Is dit de 9e zending? Dit is de februari zending, ja. De februari zending, inderdaad. Februari zending is incoming. Oeh, in een 9 nog. Ondanks dat die off-center is. Lekker, maat. Met widening. Ja, maar en terecht. En terecht. Off-center, widening. Ja, dat maakt hem een 9. Dat kan geen 10 worden natuurlijk. Off-center en widening maakt hem geen 10 natuurlijk. Vet hoor. Wel, ondanks. Ik had deze op een 8 geschat. Lekker maat, Booba. Congrats. Congrats, Booba. Congrats. Een WhatsAppje sturen. Booba. Oh, die heb ik niet eens. Staat er een WhatsApp nummer bij? Er staat een 06 nummer bij.
All right. Je moet dus bij Boba weten. Ja, Boba. Nee, Booba. Booba heet hij. Heet zij. Zij heet Booba. Maar dat is allemaal via Twitch, via Jacqueline gegaan. Maar ik heb de WhatsApp gevonden. Gelukkig schrijven wij dat soort dingen op. Booba. Booba. Even kijken. 18-4. Congratulations. Ik had die tornado's had ik niet verwacht op een 9 trouwens. Oké, dan gaan we naar de volgende. Dat zou moeten zijn Yoka. Lekker maat. Oké. Sisi Yoka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaartjes. 1, 2, 3, 4, 5. Dan zou dit voor Yoka moeten zijn. Let's go, maat. Hopelijk. Allemaal dikke cijfers voor jou. Zaten er lagere cijfers dan 10 ertussen? Oh, Golem Crystal heb je er ook tussen. De Greyfeld Hat. Wat doen deze in de 10, jongens? Ik heb geen idee. Wat doen deze in de 10? Je verwacht lagere. Oh ja, oude kaartjes, ja. 180 ongeveer. Tuurlijk, maat! In een 10, let's go! Ja, ja, ja! Ja, dat is mooi, maat. In een 10. Congrats, 180 euro's. Die is binnen. Lekker, maat! Oké, goed begin. Nu doorhalen. Golem Crystal Holographic van Skyridge. Een kaart die ik nog ungraded wil. Daar gaat hij. Oh, vet. Dat is wel lijp, doosje. Alright, here we go. Write it down. PSA 9, maat. Let's go. Widening hier. Cornertje daar. Ik zie zo snel geen crashes op de holo verder. Vet hoor, maat. PSA 9. Dikke kaart. Oh, Skyrim is ook zo duur, hè. Alright, here we go. Here we go. Dark and Pharos. Oeh, Neo Destiny. Neo Destiny Holographic, dude. Ook super vette set. Ik heb de gehele non-holo collectie in mint toen gekocht. Hey, is dik swirl in ook. PSA 9, man! Tuurlijk, joh! Die oudjes in de PSA 9 zijn gewoon beukers, hè? Congrats. 14, 15. Alright, here we go. Anti-EX, Team Magma Fist, Team Aqua 2004. Gruwelijke kaarten zijn dit. De E-Series. Dit was nadat WOTC was gestopt. Toen zijn deze sets uitgekomen. Daar gaan we. PSA 8! PSA 8, maat. Die hadden we ook op een 7 geschat, toch? Ik zie wel wat widening op de randjes namelijk. Hij is iets wat off-center, links naar rechts. En deze holos is zo moeilijk te graden, hè. PSA 8, maat. Lekker dan. Allemaal als kind gepoeld ook echt. Oh, shit. Wordt hij hebberig van. dit zijn de Iride kaarten. Alleen dan, ja, zeg maar. De commons wel. De holos meestal niet. Oeh, Wildlord EX Sandstorm 2003. EX Sandstorm is zo weinig van geprint. Zo weinig gegraded. De pop rates hiervan zijn bizar in tienen. PSA 8. Oei. Die hadden we volgens mij wel op een 9 geschat. Die had ik wel op een 9 geschat, volgens mij. Dat is jammer.
Maar alsnog een hele zieke kaart. Er zit ook een swirl in volgens mij. Ja, hier aan de rechterkant. Daar zag ik hem. Daar is de swirl. Vet hoor. Ja, was wel flink winding ook inderdaad. Voor schoolkinderkaart is serieus goed hoor. Absoluut. Vet man. Gefeliciteerd. Die Ampharos en die Golem, jongen. En ja, natuurlijk, de Pikachu. Altijd vet. Maar die zijn echt wel dik hoor in de 9. Skyridge Crystals in 9, jongens. Season Yoga, dankjewel. Dankjewel voor je bestelling. En The Great natuurlijk. Superleuk om te returnen. Als jullie nou nieuwe returns willen zien, jongens, lever je kaartjes snel in. Eind mei, misschien halverwege mei, wil ik weer naar PSA toe gaan. Naar Devin Adams. En we hebben natuurlijk nu ook weer een inzending gedaan van dik 50 kaartjes of zo. Dus even kijken. Wat hadden we ingedaan dit keer? Hoeveel kaarten hebben we dit keer ingestuurd? 56 kaarten zijn er vandaag ingeleverd. 56 kaarten zijn er vandaag ingeleverd. Dus als je weer wat kaartjes wilt inleveren, jongens. Je weet het, hè. Zorg dat ze voor het eind van de maand binnen zijn. Dan kunnen we ze opsturen. Liefst ergens halverwege de maand. Dan weet ik het zeker. 2 maanden, 100 kaarten. Ja, dat is bizar, man. Skyris Acropolis, ja, super vet man. Die art daarvan ook. Alright. Dan gaan we naar Joke. Joke, ben je nog wakker? Jij hebt 3 keer een Pikachu Velphat. Een Leavion Zapdos. En daarna gaan we naar Sparky Ruben. Just Poke Joke. We gaan het zien. Hierna is Sparky Ruben. Daarna Ruben Keefe. Daarna Steve. Dan Poker Bruce met nog wat kaartjes. Daarna hebben we Tim. Daarna hebben we Shiny Blaze met die enorme Charizard collectie. En daarna hebben we Insane Tricky met nog 1 kaartje. Dus hou vol, jongens. Hou vol. Dan gaan we. Hoeveel kost het om op te sturen? 29 per kaartje is het. Dat is inclusief de shipping, het bezorgen ervan. Dus ik breng het er zelf heen en ik haal het ook weer zelf op. Ik regel de administratie. Je hoeft ze alleen op te sturen in card savers als je die niet hebt. Dan even zo'n labeltje eraan en een toploader. En zorgen dat ze niet kunnen bewegen met verzending. Je mag ze ook afdroppen op de beurs. Als ik een keer op de beurs sta, mag je ze altijd afdroppen. Wat zit er nog meer bij? Verzekerd verzending naar PSA en verzekerd verzending van PSA terug. Dus waar blijft die dikke kaart? Ja, die komt eraan. Die komt eraan. Dat is een beetje, dat is aan het einde. Het is aan het einde. Het is de ene laatste. De ene laatste is de dikkert. Here we go. Als je meer dan 10 kaartjes opstuurt, Alice, is het €27,50. Ik ben op de beurs van Pokémon World. 20 juli, 26 mei ben ik in Sloterdijk, Pokézone. En er is er nog één, maar ik weet even niet meer welke. Comic-Con, juni. Comic-Con Dutch Heroes, in juni ben ik ook. Ik heb nog een kaartje over. Dus als iemand met me mee wil. Oké, here we go. Deze is van Joke. Daar gaan we. Ik zie nog geen biertje. Nee, mijn cola is nog niet op. Ik ga hem zo pakken. Here we go. Joke! Eerst is een PSA 9. Je hebt er 3 opgestuurd. In de hoop dat er eentje natuurlijk een tienertje gaat vallen. In een 9. Oké. Houten. Ja, daar ben ik. Ja. Houten, daar ben ik. Alright. Here we go, Joke. Come on. Come on, Joke. €80 in een 9. Dat is niet verkeerd, hoor. Tuurlijk! Een 10! Dan kunnen we die 9 verkopen, Joke. Lekker dan! €180. Hoppa! Gratis kaartje. €30 grading. En €180 waard. Dat is lekker. Here we go. En nog een PSA 9. 2 negens en een 10. Congrats, congrats, congrats. Nou, dan heb je €160 als je deze 2 verkoopt. En dan hou je die 10 lekker voor thuis. Dat is goed, hè? Alright, here we go. Oh, vet ja. Deze Leavion.
Okay, here we go. Here we go. Oh shit! Oh shit, een 10 ook echt! Een reverse hollow in een 10, maat. Japanese quality, jongens. Japanese quality, jongens. Heel ziek. Heel ziek. Oké. Okay. En dan... Hey, wacht. Er gaat eentje fout. Volgens mij moet dit hem zijn. Ik ga even dubbel checken. Ja, nog een Zapdos, toch? Ja, nog een Zapdos, toch? Is die later gegraded misschien? De Zapdos, ja, serieus. Waar is de Zapdos heen? Wacht. Ik kan zien waar die tussen zat natuurlijk. Oh, wacht, die was als laatste. Daar was... Klopt. Die was als laatste gedaan. Moet ik even... Moet wel zeker zijn. Die was fout gegaan in het systeem bij hun. Dus die hebben ze apart voor ons laten graden. In dezelfde order. Daar hebben we uiteindelijk... is daar dubbel voor betaald, maar niet door ons. Alright, here we go. Here we go. De Zapdos. Die is apart gegraden. Heb je een extra... Ja, ik moest ook even denken hoor. Ik moest ook even denken. Die was... die hadden ze fout gedaan bij de grading. Die konden ze niet meer op de bon vinden. Dus we hadden één kaartje te veel. En toen zei ik van, nou, welke is er dan niet goed gegaan? Dus hadden we alle namen gecheckt. Toen zagen we dat de Zapdos niet goed was gegaan. Daar was ergens iets fout gegaan. Toen hebben ze die apart van mij aan de zending toegevoegd. Gratis gegraded, zeg maar. Dus althans, je hebt er natuurlijk voor betaald. Ik heb er natuurlijk voor betaald. Maar uiteindelijk hebben we een tweede keer grading hiervoor gekregen. Laten we hopen dat het een 10 is. Dat zou dik zijn of niet? Tuurlijk! Twee keer grading, dan krijg je een 10, jongens. Bij twee keer grading krijg je gewoon een 10. Just Pokey ook. Lekker dan. Congrats! Een 10. Let's go. We hebben echt serieus veel 10'en vanavond, jongens. Holy crap, dude. Insane veel 10'en. Blije ei ben ik. Blije ei ben ik. Ik hoop dat jij ook blij bent, Joker. Mooie zending. 3 tienen, 2 negens, 5 kaartjes. Happy woman. Happy woman. Heel sick. Die wil ik wel. Hey, ik weet niet of het te koop is, maar dat kan gewoon, hè? Dat kan gewoon, hè? Zapdos in een 10 ook duur, boy, ja? Vet hoor. Ga je het verkopen of ga je het zelf houden? Poke Joker. 18-4. Dit is je kans, hè? Dit is je kans, hè? Mensen kunnen je berichten. Lijp hoor, jongens. Oké, dan gaan we naar deze, hè? Sparky Ruben, The One Piece. En deze twee, als het goed is. Even kijken. Sparky Ruben. Sparky Ruben. De Nami. De Nami met de bigge boobies. De Nami met de bigge boobies. Heel blij mee. Had maar 1 keer 10 verwacht en je hebt er nu 3. Ik ga ze houden. Is mijn eerste slap. Oh, nice. Dus meer zenden. Meer inzenden. Die kaartjes van jou zijn gewoon goed, hè? Je hebt een goed oog ervoor. Alright. Sparky Ruben. Door mij gepoeld. Door mij gepoeld. Ik hoop dat het een... Maat. Ik ben echt eindbaas poeler. Ik ben gewoon eindbaas poeler. Dat is niet normaal. Ik poel echt alleen maar 10, joh. Let's go! Let's go, Sparky! De Nami in een 10. Zieke kaart ook, joh.
Let's go. Alright, Sparky. De Swampert. Black and White heb ik ook gepoeld. Dit zijn moeilijke kaarten om te graden. Moeilijke kaartjes om te graden. Ik zie een dikke swirl. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Daar gaan we. Pack Fresh van Monkel. PSA 9. PSA 9. Ja, het zijn moeilijke kaarten hoor, Black and White. Slechte printline van... Of slechte printrun van Black and White. PSA 9. Alsnog een mooie kaart, maat. Alsnog een mooie kaart in een PSA 9. Alright, here we go. Skeptile Reverse Foil Great Encounters 2008. Ik ben Snurky hier. Bedankt, broers. Succes nog iedereen. Toi, toi. Rustig aan, Joka. Slaap lekker. De beuker moet nog komen, hè, jongens. Ik had hem in de 10 gepoeld. Ik wil niet stoken. oh, dit is Diamond and Pearl, ja, inderdaad. Diamond and Pearl, je hebt gelijk ook. Great Encounters. Dit is ook Diamond and Pearl. Here we go. Scherp, doosje. Scherp. De Reverse Holo uit dezelfde pack. Wedden dat deze pop enorm laag is als die al bestaat. Als die al bestaat in een team. Die ga ik wel even opzoeken. Skeptile Reverse. Lijp, maat. Skeptile Reverse. $178, maat. Less sold, $190 in een Gem Mint. Even $190, maat. Zijn er maar 3 verkocht in recent history. Oei, maat. Oh, vet, hé. 2 tienen en een 9. Sparky, congrats. We maken wel allemaal blije mensen vanavond, joh. Dat is niet normaal. Behalve Poker Bruce. Nee. Ik heb ook mooie kaartjes gekregen. Here we go. Er zijn 2 kaartjes nu teruggekomen waarvan we dachten... Huh? Die Charizard en die... En die Aerodactyl van mij. Wie wil er een Skeptyl? Geen idee. Hey, er zijn mensen die Skeptyls willen. Vindt het kaart in het team. Maar Reverse ook nog, hè? Ja. Ik heb die Mew. Ik heb een Pikachu Greyfeld Hat. En ik heb een Professor Burst Observation van Primal Clash. Dus die heb ik nog voor mezelf. Sparky. Lekker, maat. 18-4. $350 in de 10. Lekker, maat. Congrats. Zie je, zo is het gewoon de moeite waard, joh. Ja, die Mew van mij en Chloe. Poké Chloe en Poké Bruce. En die gaan we als giveaway doen, hè. Ga ik met Poké Chloe, gaan we daar een giveaway van maken. Even kijken, Ruben. Dan gaan we naar jou toe, maat. Twee Charizards. Ja, man, we gaan met Poké Chloe gaan we daar een giveaway van maken. Dat was het idee van toen we hem poolden. Dat was zo ziek natuurlijk. Here we go, 2 zards. Betaald zijn, nee joh. Als zij zorgt dat ik een paar volgers erbij krijg, dan komt het goed. En even op schoot. Roma. Raar. Alright, Ruben. Dan gaan we, maat. De Gem Mint. Voor Ruben.
Was dit de vis? Was dit de vis? Was dit de vis? Was dit de vis? Ja, ja, ja. Of die andere was de vis, oké. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het zien, daar komt ie. De vis. De vis. Zo. Ja. Holy shit, dude. 2 keer 10, maat. Die Ruben heeft een paar submissions ingezonden, hé. Ai, ai, ai. Lucky motherfucker. Ai, 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 ai. 4 tienen en een 1. Deze man is compleet, hè. Deze man is compleet, hè. Jezus, joh. Hé, jongens. Regel ik, hè. Regel ik voor jullie. Wie is de nummer 1 pokoloog in de building? Wie is de nummer 1 pokoloog in de wereld? Pokebrews. Met de Jammin' Team. Lekker, man. 2 keer 10 ook op die shards. Oh, shit. Steve. Steve, even kijken, je hebt 10 ingestuurd, hè? 10 stuks. 10 stuks, Steve! Are you ready for it? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Steve, are you ready for it, maat? Oh, en die Charizard zijn op nummer, hè? En die Charizard zijn op nummer ook nog. Wacht, ik ga kijken. 4,25 en 4,26 zijn je nummers. Dat is wel dik. Alright, jongens. Dan gaan we. Dan gaan we. Zo. Ik moest er gewoon van niezen, jongens. Maar ik denk dat Steve al naar bed is. Ik denk dat Steve al naar bed is. Sparky wil nog verzending regelen voor alle spullen die ik bij heb liggen. Stuur maar tikken wanneer je tijd hebt. Even kijken. Dat kan ik gewoon zo doen. Sparky. 7,50 of 10 verzekerd. Lijp hoor. Trouwens, was dat pakje al binnen, Ruben? Dat is gewoon een euro voor ieder nummer van het slapnummer. Ja, precies. Ja, want Dragon Ball Z zit dan een map en een aantal slaps staan ook op de koop. Lekker, maat. Alright, ik denk dat Steve W95 al in bed ligt. Dus we gaan hem gewoon lekker uitpakken voor hem. Daar gaan we. Daar gaan we, Steve. Pikachu, Grey Felt Hat. In een PSA 9. Die had je gehoopt in een 10 natuurlijk. Maar hij is wel wat off-center, dus ik begrijp hem wel. En die corner is een beetje raar. De voorkant is nog wel oké. De achterkant is hem vooral. Alright, PSA 9. Alright, here we go. Kom aan, Steve. Ancient Mew Japans. De Ancient Mew Japans. Van de Pokémon movie. De first movie. Ik weet niet meer wat we hadden geschat. Deze ook moeilijk om te graden. Is het niet Japans? Nee, het is Engels, hè? Ja, ik had... Ik heb Japans neergezet. Het is hieroglyphen, dat is gewoon Japans. Hieroglyphen zijn gewoon Japans. Alright, here we go! Oh. Oké. Het is een 5. Hoe dan?
Oh, oh, kijk dit. Ja man, dikke damage ook, dikke damage. Ja, is moeilijk te zien hè. Dat kan je echt alleen maar zien met inzoomen. En een lamp. Dus ik snap hem wel, ja. Ik snap hem wel. Zonde wel. Hero Tyfus. Ja, dat is jammer. Dat is jammer, Steve. Een vijfje. Nou, laten we die snel verstoppen. Zo is hij alsnog mooi. Openbreken en lekker thuis houden. Alright. Oh, dat had hij toen ook aangegeven. Oh, dat wist ik niet. Dat zou best kunnen, hoor. Ik ga die van mij denk ik ook meenemen daarheen. Met het vergrootglasje kijken van, ja, of bij mij, hè. Alright. Mewtwo Ultra Rare van de Premium Collection Box. Steve. In een PSA 9. De promo's zijn altijd wel moeilijk van deze set. Want die zitten namelijk los een beetje in die box, zeg maar. In dat soort kartonnetje. En hij is een beetje off-center. Links naar rechts. Alright. Fair enough. Een 9. We could have expected. Alright. Maar ik vond het mooi om te hebben, snap ik. Oeh. Oeh, ook off-center. Oh, off-center. Come on. PSA 9 alsnog. Kijk hoe off-center die is, ouwe. Hé, dat vind ik wel schappelijk, hoor. Oh, maar achter is veel minder. Hij is wel clean. Oké, okay, fair enough. Fair enough. Een 9, wel jammer. Had een 10 leuk geweest, maar dat is wel moeilijk met zijn off-center. Ja, is gewoon snel geprint, denk je dan, of zo? Nee, dit is de promo, kijk maar. Ultra Premium Collection. Promo? Promo? Hier ook. Promo? Alright, de Metal Card. De Metal Mew. De Metal Mew. Moeilijk om te graden deze kaartjes. Ik heb een 10 met echt extreme mazzel gehad. Ai, 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 ai. Hij voelt gewoon een 10 in een van de moeilijke kaartjes om een 10 in te krijgen. Jezus, lekker, maat. Steve, congrats. Ai, ai, ai. Dat is wel gruwelijk. Metal card. Alright, here we go. Oeh, de Japanse Scarlet and Violet pre-order promo. Super vette kaart met die starters en Pikachu in. In een team. In een 10, maat. Kan in metalen kaartjes ook kreukels zitten? Nee, maar wel dotjes. Wel puntjes en zo. Heerlijk, maat. Cheese! Die is lekker, of niet? Kan wel, ja. Ja, die is wel duur. Ik dacht 250, maar kan me vergissen. Shiny Ultra Rare, Mew EX. PSA 9. PSA 9. Steve, je moet toch beter kijken, maat. PSA 10 is 90. Echt? Oh, dat is wel doodziek. Oh, vet, ouwe. Snorlax, Double Blaze.
Holographic met de twee Pikachu's. Dik ook, maat. 1-10, hè. Allee, we moeten ze gewoon opschrijven, jongens. We moeten meer plek creëren. Voor al deze gruwelijke submissions. Alright. Oeh, Ash is Pikachu. De promo. Ash is Pikachu. In de PSA 7. Volgens mij heb je die nog bij Flashcards toen gekregen, of niet? Beetje off center. Widening. Flink off center trouwens ook. PSA 7. Ja, daar doe je niks aan. Alright, maar deze is de laatste. Meowth Jungle met de Golden Borders. Die komt van mijn privé collectie. Die heeft hij toen op een veiling heeft hij die gewonnen. Of gekocht. Volgens mij is het van €37 zoiets. Lijpe Meowth. Ik heb nog nooit deze in een gouden border gezien. Bij iemand anders in de collectie. Zieke Meowth. Daar gaan we, jongens. Here we go. In een excellent mint. Ja, dat wisten we al. Super veel widening om de kaartenrand heen. Ja, dat is... Daar doe je niks aan. Ja, dat wisten we al. Ik had wel gehoopt op een hogere. 1999. Van de Jungle Fruit Roll promo. De Fruit Roll promo met de gold border. Echt een hele unieke kaart. Staan er volgens mij maar 3 op Card Market. Dus het is echt wel een leuk kaartje om te hebben. Heel vet. Heb ik toen uit mijn persoonlijke collectie weggedaan. Steve. Je bent er niet. Je ligt al te slapen. Maar ik ga even een WhatsAppje sturen. Even kijken. Oh, Sparky heeft grading erbij gedaan. Moet ik even snel fixen. Sorry, niet grading. Verzending bedoel ik. Tientje. En is betaald. Alright. Steve. Alright. Gaan we door, jongens. We gaan door naar de volgende. En dat is... Houden jullie het nog een beetje vol, jongens? Ik zie dat we nog 37 kijkers hebben. Terwijl het al 1 uur is. Dus dat is een goed teken. Dit moet in 2. Roes. Ja, het is vet, hè? Het is echt wel een zieke submission, hoor, dit. Holy shit. Wat een kaartjes krijgen we terug. Veel tienen ook gewoon. W95. Even kijken. 18. 4. Ik ben zwaar hyped. Lekker, maat. Ja, maar jij hebt ook echt... Je hebt gewoon 4 tienen, ouwe. En je Lugia in een 1. Echt beter. Beter had gewoon niet gekund voor jou. Eerlijk, beter had niet gekund. Ja, als de Lugia een 10 was. Dan was het nog verder geweest. Dan was het wel rigged geweest, maar wel vet. Steve 95. 18, 4. Alright. Een 2 had het zeker verneukt, ja, absoluut. Alright, dan gaan we nu naar Poker Brews. Poker Brews met 3 inzendingen. 3 inzendingen. Ja, dan zeggen ze ungradable inderdaad, ja. Klopt.
of alternate, zeg maar. Als je het echt zeg maar slecht, dan krijg je hem gewoon terug. Net zoals deze. Net zoals deze. Daar is dan iets mee gesjoemeld, denk ik. Of er is iets mee gedaan, waardoor die dus niet meer origineel lijkt. Misschien is er... Is de widening is blauw gemaakt. Het zou bijvoorbeeld kunnen. De widening... Oh, dat zou wel kunnen, ja. De widening is misschien blauw gemaakt. Dat is wel een goeie. Dat is wel een goeie, maar dat kan dus niet, jongens. Je kan de widening dus niet blauw maken. Dan krijg je... Dan krijg je dit. Recolored. En dan ben je wel je PSA geld en monies ben je kwijt. Dus dat is wel jammer. Maar, trust me jongens. Trust me. We gaan zo meteen naar Shiny Blaze. And trust me, Shiny Blaze is gonna blow everybody's mind. Ja, het is wel goed dat ze het zien inderdaad, ja. Alright, here we go. Geprobeerd maar verloren inderdaad. Maar hij heeft sowieso gewonnen. Hij heeft sowieso gewonnen, trust me. Alright, Pokébroes. De Pikachu met Greyfellhead. Ik was zeker dat dit een 10 was. Ik was hier zeker van dat dit een 10 was. Kom op. Fuck yes. Rowit, ben je er nog? Rowit, ben je er nog? Maat. Een 10. Deze heb ik voor jou overgenomen, weet je nog? Met die deal. PSA 10, Gem Mint, Pokémon van Gogh. Nu is hij ineens €180 waard, maat. Lekker dan. Ik ben blij, jongens. Dit maakt alles goed. Dit maakt alles goed. Even kijken, wat was dit? Oh, dit is de Legendary Treasure. Wacht, die doe ik als laatst. De Legendary Treasure. Deze heb ik uit Primal Clash. Primal Clash. Professor Bird's Observation. Geen idee waarom ik dit heb ingestuurd. Kan iemand deze misschien even opzoeken? 159. Professor Birch Observation. 159. Ja, maar het kan ook zo dat hij het zo heeft gekocht, hè? Dat kan ook nog. Misschien heeft een kind er wel mee gespeeld. Ja, je weet het niet. Die charges kwamen echt uit vroeger, zeg maar. Is iemand hem al aan het opzoeken? Toevallig? Professor Birch? Als een 10 dan $125, daar ga ik niet van uit. PSA 9, oké. Okay. PSA 9, doe ik het voor. Wat is een 9? 30 euro of zo. 50 misschien. Alright. 27, ja. Kutzooi. Nou ja, dan heb ik de grading in ieder geval terug. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. De Mew EX. Van de Radiant Collection. Legendary Treasure. Gepoeld door Poké Chloe. Gefilmd door Link Tijger. Dit is een kaart, jongens. In een 9 ook nog, joh. In een 9 gewoon. Let's go, maat. Let's fucking go. In een 9, joh. Hé, hey, die is wel heel dik, maat. Die wordt dus weggegeven, hè, jongens. Ik ga Poké Chloe een bericht sturen. Dan gaan we kijken wat er uitkomt. $116 PSA 9. $116. Lekker, maat. Wordt wel een leuke giveaway kaart, ja. Dit wordt een leuke giveaway kaart. Ga ik samen met Poké Chloe, gaan we daar wat moois van verzinnen en dan gaan we hem lekker weggeven. Misschien wel op de beurs, ik weet het nog niet. Ik moet eerst even contact maken. Lekker, maat. Ik heb mooie kaartjes terug. Ik heb absoluut mooie kaartjes terug. Oké, dan gaan we naar Tim. Tim Forever. Are you still awake? Tim Forever, are you still awake? Spit met hits, hey yo! Who is it? Alright, here we go. Tim Forever.
Pikachu with grey felt hat. Ja, zeker. Ben ik ook inderdaad. Ik heb 3 tafels. Ik sta gezellig met Jacqueline en waarschijnlijk met Emmy van Chickmake Custom Kicks. Alright, here we go. Tim Forever. Oef, PSA 9. Wel €80 alsnog. Ik weet niet of je er nog bij bent, Tim. Deze voor jou, maatje. Even kijken, waar ben je? Tim Forever. Van onze Tim. Gaan we elkaar eindelijk eens zien? Nou echt, ik ben wel benieuwd naar Patrick. Het heeft wel heel lang geduurd. Tim Forever. Heeft gewoon de Pikachu Grey Felt Hat. Let's go. Volgens mij heb je deze gratis gehad. Deze heeft hij gratis gehad van Lucky Otten, als ik me goed kan herinneren. Tim Forever. Gratis kaartje. €80 ineens. Lekker maat. Alright. Jongens, ik ga er nog eentje uithalen. Dat is die van Insane Tricky. Ik denk dat Insane Tricky niet wakker is. Maar dat moet deze zijn. En daarna gaan we aan de Charizard collectie beginnen. Doe even een biertje, kan wel. Kan je wel bier krijgen? Ja, zeker maat, zeker. Ik heb absoluut slaps te koop, maat. Veel ook gewoon. Ik heb net allemaal zendingen binnengekregen. Alright. Ja, neem het maar even op, dat is een goeie, ja. Alright, deze is van Rick. Rick zonder C. Jouw Pikachu van Hoog. Are you ready for it? Daar komt-ie, maat. We hopen op een 10. En 9 is alsnog €80. Zie! Lekker, maat! Rick zonder C. Oftewel Insane Tricky met de 10. De Gem in 10. Lekker, maat! Nice. Insane Tricky. 1 kaartje laten graden en meteen de 10 boelen. Lekker, maat. Dat is wat we willen zien. Tine. Om iedereen blij mee te maken. Iedereen heeft vandaag wel echt leuke kaartjes binnen. Ik sta beide dagen inderdaad. Ja, klopt. Beide dagen. Rick. Zonder. C. 18-4. Kan hij gewoon met jou mee, Hietje? Denk het al, hè? Hietje, Rick zonder C. Top, maat. Oké. Okay. Jongens, we gaan nu naar een Charizard collectie. Dat slaat helemaal nergens op. Dat slaat helemaal nergens op. Shiny Blaze. Joey, ben je nog wakker? Deze is voor jouw maatje. Die is voor jouw maatje. Shiny Blazy, hij is er gewoon, joh. Hij is er gewoon. Shiny Blazy. Crazy. Crazy, maat. Jouw inzending is insane. Jouw inzending is insane. Nee. Ja, dit zouden we wel even kunnen filmen, inderdaad. Dat is misschien wel een goeie. Dit kunnen we misschien wel even filmen, ja. Ja, tuurlijk is hij er nog. Lekker, maat. Crazy, crazy inzending dit. Ik zal even laten zien, jongens. Voor de mensen die niet weten wat er ingestuurd is. Shiny Blazy dacht, weet je wat? We gaan gewoon helemaal full out. We gaan helemaal crazy, dacht hij. Shiny Blaze dacht, we gaan even crazy. Dit waren alle zendingen.
Komt ie aan, hè? Hier beginnen we. Oh nee. Hier beginnen we. Heb je Engelse slams? Ja, ik zal ze even laten zien, inderdaad. Ik zal ze hierna laten zien, oké? Ik zal ze hierna laten zien. Daar gaan we, jongens. Maat. Shiny Blazy. We gaan beginnen. We gaan beginnen. Here we go. Oh, ik heb het gewoon. Ik vind het gewoon spannend ook. Here we go. Charizard GX from Hidden Fates. Here we go. Gaan we meteen beginnen? Gaan we meteen beginnen, maat? Oh shit. Oh shit. De eerste 10 is binnen. Ik ben benieuwd, maat. Ja, absoluut. Alright, Vivid Voltage Cracked Eyes Hollow. De Vivid Voltage Cracked Eyes Hollow. PSA 9, lekker, maat. PSA 9. Doe ik het voor. PSA 9, let's go. Come on. Here we go. Reverse Hollow. Vivid Voltage Charizard. PSA 9 ook, lekker, maat. PSA 9, let's go. Jullie gaan echt versteld staan, jongens. Jullie gaan versteld staan. Dat is niet normaal. Lekker, maat. PSA 10. De tweede PSA 10 Charizard. Alright. Shiny Blazy. Shiny Blazy. Hyper Rare Charizard EX. Let's go. Derde PSA 10 Charizard. Alright, we moeten een beetje schuiven. We moeten een beetje schuiven voor de gele collectie. Die geile collectie. Alright. Charizard EX. Charizard EX. Paldeen Fates 10. PSA 9. PSA 9, let's go. Premium Collection Box. From the Ultra Premium van de UPC. PSA 9, lekker maat, van de UPC. Oké. Alright. Geef je niet op. Special Illustration Rare from the Obsidian Flames, the Charizard EX. Oeh, PSA 9. Die hadden we graag in een PSA 10 gezien. Alsnog een hele vette kaart. Hadden we liever in een 9, in een 10 gezien. Alright. Champions Path. Secret Rare Rainbow. VMAX Charizard. Lekker, maat. Tuurlijk, Jamentine. Oké. We gaan nu over naar de beukers, jongens. We gaan nu over naar de beukers. We zijn net gestart met de eerste beuker. Champions Pass, Secret Rare. Full Art, Charizard V, de shiny versie. PSA 9. Oh, dat had lekker geweest dat die ook een 10 was. Alsnog een mooie cijfer. PSA 9, lekker maat. Allemaal uit je privé collectie, hè. Insane goede kwaliteit, maat. Insane goede kwaliteit. Alright, ik moet toch gaan schuiven, jongens. Anders gaat het niet passen. En de echte beukers, die komen er nog aan.
De real OG beukers komen eraan. Alright. 130 in de PSA 10. Not bad. Hidden Fates. Charizard. GX. Shiny. Here we go. Oei, oei, oei. Lekker, maat. Nee, joh. Nee, joh. Ja, 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 ja. Wat lekker, zeg. Holy shit. Een Charizard GX Hidden Fates in een 10. Dat is nog echt een, dat is nog echt een kaart die ik ooit wil. Als je wilt doneren, mag het, hè? 600 in de face. Oh, en je hebt geen upcharge gekregen. Holy shit. Let's go, maat. Charizard G Level X Supreme Victor's Hollow. From the Platinum set. Gruwelijke kaart ook. PSA 8. Not bad, dude. Still a high, high number. PSA 8 Charizard. Widening, beetje off-center. Nog meer widening. Ze zijn streng, hè, op deze. Misschien wat crashes op de holo. Mooie kaart wel, hoor, trouwens. Ja, dat zeg je net. Widening, twee keer hier, daar één keer. Hij is off-center. Dus dat kost je gewoon twee puntjes. Dat is niet gek. Dat is niet gek. En dan heb ik nog niet naar de holo gekeken. Zieke kaart, trouwens, wel. Nee, stuur ze er niet bij. Nee, stuur ze er niet bij. Oké. Okay. Oké, okay, here we go. Alsnog 140. Black Star promo. Diamond and Pearl. Charizard G level X. Gruwelijke kaart ook. 2009, jongens. Kaartjes die je niet vaak meer ziet. Ook in de 8. Ook in de 8. Van dezelfde set, hè. Widening, off-center, corners. Fair enough. Fair enough. 8, nog steeds heel mooi. Ziek, hè. Ik vind deze twee sowieso... Echt hele zieke kaart. En allebei een 8 is misschien ook wel mooi. Nog mooier was in de 9 geweest natuurlijk. Alright, jongens. Shiny Blazy. Ik ga je slecht nieuws brengen. Misschien heb je het al gezien. Evidence of recoloration. Ze geven aan dat deze kaart gerecolored is... Ik weet niet precies waar of wat er gerecolored is. Maar dat hebben ze zo gespot. Het zou misschien kunnen zijn dat ze de randen dat die blauw zijn gemaakt om de widening te verdoezelen. Dat zou kunnen. Daar doe je niks aan. Hoort erbij. Maar ik heb wel goed nieuws voor je. We sluiten hem af met goed nieuws. We sluiten hem af met goed nieuws. Hoort erbij. Hoort erbij. Wat dacht je ook weer dat deze ging worden? Wat dacht je dat deze ging worden? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ik ga meteen opzoeken voor je. Ik ga meteen opzoeken voor je. Alright, maat. Get ready. Get ready.
Okay, get ready. Shiny Blazy. Shiny Blazy. Shiny Blazy. Charizard. Holo. Gold Star. EX Dragon Frontiers van 2006. Eén van de Holy Grails die je in je collectie wilt hebben. Komt ie aan. PSA6 in de building, maat! Deze is gewoon rond de $1381 waard, maat. Je zit gewoon tegen de €1500 aan met deze lijpe kaart. En daardoor moest je ook een upcharge betalen van $62. Dus die krijg ik nog van je. Maar dat is het zeker, zeker, zeker waard, ouwe. Gewoon een kaartje van, ik denk dat je mag zeggen, €1300 tot €1500 is hij zeker waard. Deze Gold Star Charizard. Toch lekker, maat. Toch lekker, maat. Een upcharge die je met liefde betaalt. Echt, wat een beukers, joh. Wat een beukers, maat. Jeez. Als je hier niet blij van wordt... dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het ook niet meer. Wat een kaart, joh. Maak even een screenshot. Maak even een screenshot. Wat een kaartje, joh. Echt, wat een submission, jongen, dit. Niet normaal. 909. Nee. Ik heb net opgezocht, Exidium Mundus. PSA 6. Last sold. €1435. PSA 6. €1381. Crazy. Ja, die was €999 inderdaad. PSA 8, €2400, maar dat is hem niet. Maar insane, dude. Zieke submission. Dus ja, ik krijg nog €62 van je, maat. Ik krijg nog €62 van je, maat. Ik heb hem met liefde betaald. Ja, dit is wel jammer. Je bent natuurlijk wel de grading kwijt hiervan. Maar ja, je weet in ieder geval, deze moet je gewoon terug in je map stoppen. Niks meer aan doen. Lekker in je map houden. Is gewoon een speciaal kaartje. Alsnog leuk om te hebben. En ik zou misschien dit erbij doen. Is op zich wel leuk om erbij te hebben, toch? Hij is dus wel gegrade. Maar ze hebben hem niet in een slab gedaan. Dus je krijgt wel de grade erbij. Recolored, do not holder. Dus die krijg je erbij. Nu heb jij hem ook in de 10. Ja, fucking ziek, maat. Echt een hele dikke kaart ook. Echt heel ziek. In een 10. Serieuze monies ligt hier. Serieuze monies ligt hier. Oei, oei, oei. Alright, jongens. Is er nog iemand die voor €99 de It's a 10 edition, want we hadden namelijk 99 kaarten. Als we deze hebben geopend, hebben we 100 kaarten geresubbed. Dus als je dat zou willen doen, als iemand deze zou willen openen, dan hebben we 100 kaarten geopend. Ik denk wel dat dat de moeite waard is. Ik denk dat het wel de moeite waard is. Ik zal deze inderdaad even...
dikke beukert. Wat is er in geld teruggekomen, maat? Het is echt niet normaal. We hebben echt een crazy submission gehad. Is dat zo laat? Shiny Blazy. 18-4. Dan ga ik echt naar mijn nest. Ik ga nog één bako doen. En dan ga ik naar mijn nest. Oh, deze moet er ook bij. Weet je wat je zou kunnen doen, Shiny Blazy? Je hebt van die lege slabs die je op AliExpress kan kopen. En dan kan je misschien deze dingen, zeg maar, als je die er netjes afhaalt, zou je die in de slab kunnen doen. Dan heb je alsnog je kaart gegrade, maar dan met iets speciaals. Dan heb je gewoon je eigen custom grade erop zitten. Shiny Blazy. Shiny Blazy. Ja, ook wel lachen, toch? Jongens. Wie pakt hem? Er kan een beuker in zitten. Er kan een beuker in zitten. We moeten hem gewoon openen, jongens. We moeten hem openen. Dan hebben we 100 PSA-kaartjes terug gehad. We hadden er net 99. En met deze 100. We moeten dit gaan openen. Kom op, jongens. Er is toch vast wel iemand die het ervoor over heeft. Je kan een beuker pakken, hè. Dan heb je serieus ziek geld terug gewoon. En het is sowieso 10. Het is sowieso 10. Wie pakt hem? Wie is nog wakker? Zal ik je even wakker schudden? Zal ik je even wakker schudden? Are you ready? Here we go! Komt ie, maat. Oei, oei, oei. 99. 99. De hitparade. 10% van de 100 boxen heeft een lijpe beuker erin. Dus zeg maar 10 van de 100 hebben een lijpe beuker erin. Je krijgt ten alle tijde een 10 eruit. Ze kunnen allerlei kaarten zijn. Ook de niet-beukers zijn gewoon leuke kaarten om te hebben. Maar de 10% gaat dik over de prijs heen. Dus die wil je hebben. Dan kunnen we hem officieel afsluiten, jongens. Dan kunnen we hem officieel afsluiten. Wat een crazy submission return, jongens. Insane. Ik heb nog claims. Oh ja, inderdaad, ja. Eén puffpackje voor Liemeister. Liemeister, lekker maat. Even kijken, puffpackje voor Liemeister. Daar gaan we. En ik zie nog een Dragon Ball packje. En nog een Dragon Ball packje. En Sophie is nog met een USA. Oh joh. Het zijn gewoon nog bestellingen, joh. Lekker, maat. Maar ik zou het wel waarderen, jongens. Als iemand die laatst... Oh, Charizard, tuurlijk. 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 Charizard, ja. Liemeister. Congrats. Dat is wel lekker. Gewoon de one pack. De one pack. Alright. Met de Gengar, Liemeister. Was hij al betaald? Dan zet ik hem op groen, trouwens. Was inclusief verzending, toch? Liemeister. Ja, nog even die God Rare poelen. Holy shit. Liemeister. 18-4. Liemeis, dankjewel voor je vertelling. En dan gaan we naar Ruben Kieft. Die heeft een Dragon Ball packie. Dragon Ball packie. En ik zie dat Supple Gaming heeft ook een Dragon Ball packie voor Ruben. Ben jij gewoon aan het uitdelen, Supple?
Ben je gewoon aan het uitdelen, joh. Come on, Ruben. Here we go. Het is ook wel even lekker naar al die PSA-kaarten. Om even wat packs te openen, ja. Super Son. Super Son Goku. God. Super Saiyan God Goku. En een Hieridogram. In de reverse holo rare. Twee zelfs? Meen je niet? Beetje aardig zijn voor je omgeving kan geen kwaad, inderdaad. Dat is zeker waar. Come on, jongens. Krillin. Son Gohan. Class of the strongest. Super Saiyan Son Goku, end of class. End of a Turles Crusher Invasion. En een Turles Crusher Invasion. Geen hitje eruit, helaas. Niet eens een SR'tje. Dat is toch wel jammer. Gisteren deden we het beter, Ruben. Maar wel de Armored Mewtwo. Die dan weer wel. Suppel, wil jij de Pokébrews kaart erbij hebben? Voor jezelf? Oh, je hebt er nog eentje. Oh, echt? Er stond er maar eentje. Ik zal er even bij zetten. Twee. Ik dacht twee in totaal. Alright. Kom op, maat. Here we go. Whis, assistant to a god of destruction. Super Saiyan 3 Brawly Rampaging Express. Wel vette kaart, maar just a rare. Geen SR'tje, Ruben. Jammer de bammer. Claim it's a 10 met verzending. Stuur maar even totaalkosten per WhatsApp. Dan betaal ik via PayPal Topper. Gaan we fixen. Voor jou. Leuk. Dan gaan we toch nog even die 100 pakken, toch? Dat is gewoon wel lekker. En spin met hits. Ben je nog wakker? Dan zal ik even die kaartjes laten zien. Suppel, wil jij nog een Pokébrews kaartje erbij? Dat kan, hè? Ruben Kieft. Aangezien jij betaald hebt. 18-4. Ruben Kieft. De Nidoqueen. Je kan nog nee zeggen. Die mag naar Ruben. Oké, check. Die mag ook naar Ruben. De Nidoqueen. Sophies, we hebben voor jou een USA tin. En Spin and Hits, ben je nog wakker? Je moest ook nog bijna. Spin and Hits, are you still awake? Wat ging ik doen? Oh ja, Sophie's. Fuck USA. Wat kost die slap? Welke slap? Hey! A free pack for Sephirion! Lekker maat! Lekker maat! Sephirion, extra verkoop. It's a 10th edition. En verzending. Verzending. Welke wil je hebben, maatje? Welke pack wil je hebben? Of heb je het al gestuurd? Ja, die is al gekocht. Yo, laat het even zien. Top. Deze gaan we zo meteen voor Sophie's openen.
Wil ik hem verkopen? Ja, het is 99 en 4,95. Dus bij elkaar is het 103,95. Die moet ik houden, oké. Deze wil ik verkopen. Die was 27, dus zeg maar 30. 30 euro van Primal Clash. Deze gaat naar de giveaway. Deze is 140 volgens mij, PSA 10. Of misschien is hij al gedaald. Voor die Pika, ja, 180 is die. Maar ik weet niet of ik hem wil verkopen eigenlijk. Ik weet niet of ik hem wil verkopen. Weet je wat? Voor 200 doe ik het. Want dan heb ik mijn tweede... koplamp. Dan heb ik mijn tweede koplamp. Voor de auto. Die is net stuk gegaan helaas. Ik heb de Pikachu VMAX 10 heb ik verkocht. Dus 200, dan doe ik hem weg. Anders niet. Even kijken. Deze is dus... deze is 30. Deze ga ik even voor je opzoeken. Even kijken. Tyranitar. Die is 98 in de 9. Dus zeg maar 100. 110. 110 Europees. 110. Zal misschien op Cardmarket nog wel iets duurder zijn. Wat hadden we hier gezegd? 15'tjes. Togepi, 15'tjes. De Mew 100. In een 7. Deze is... in een 9 is deze. 78 is 85. 85. Fusion Strike. Jazeker. Kan zeker. Kan zeker. 85. Deze ga ik niet wegdoen. Deze ga ik ook niet wegdoen. Die ga ik gewoon ungraded verkopen. Blaze Moltres in een 8. Die zal ook niks waard zijn, denk ik. Blaze 85. En dan hebben we de Charizard. Charizard. VMAX. SV 107. 160 Lessel 209. 200. Hoeveel kost het bij jou opsturen PSA? 29 per kaartje of 27,50 per kaartje als je er meer dan 10 doet. En de upcharge en zo, dat betaal je natuurlijk zelf. Ik betaal het vooraf en dan mag je me daarna terugbetalen. Dus die is 200. Dat zijn ze, jongens. Pikachu zelf houden. Ja, is wel leuk, hè? Dat is wel leuk, ja. Oké, Severian. Fusion Strike. Daar gaan we. Fusion Strike. Nee. Die heb ik niet cadeau gekregen. Die heb ik gekocht. Die van Jacqueline. Die van Jacqueline heb ik nog steeds. Die gaat niet gegraded worden. Die hou ik. Die hou ik. Net als deze. Die moet ik ook... Ik moet ze nog steeds in de map doen. Die heb ik ook gekregen. Dat moet ik nog steeds in de map doen, maar is nog niet gelukt. Is nog niet gelukt. Alright. Daarom. Dus ik heb hem gekocht om te graden. Maar ik vind een 10 wel vet, hoor. Dus 200 is gewoon mijn onderste.
Alright, here we go. Sephiroth. Deze voor jou, maat. Fusion Strike. Come on. Drillbur. Bunnelby. Pansier. En een Deoxys Holographic. Toch een hitje. En dan gaan we de laatste PSA 10 gaan we openen, jongens. Dan gaan we, Sephiroth. Ik zal je ook nog even een tikje sturen, is misschien wel handig. Ik stuur je zo een tikje, komt goed. I trust you. I trust you. Hoop op 10. Helaas niks bijzonders voor mij, geen probleem. Geen probleem. Ik heb ook nog andere PSA, maar dan moet je nog even geduld. Pak even de map erbij. Alright, here we go. De Graveler, ai, dat is een van de niet-beukers. Dat is jammer. Wel een vette artwork, maar dat is de non-holo Graveler van Japanese Fossil. Nothing special, wel een gem mint. Wel een leuk kaartje, ja, maar het is niet de beuker. Het had wel een leukere geweest als van een beuker, een holootje of zo. Dankjewel in ieder geval voor de 10, voor de It's a 10 edition. Dat betekent dat we vanavond 100... PSA kaarten hebben gereturned. Dankjewel. Dankjewel. Sephiroth, ik vind het leuk dat je hem kocht. Ik ben blij dat je hem kocht. Dan hebben we toch die 10 gemaakt. Ik gooi deze SPR van Dragon Ball gooi ik erbij. Ik hoop dat je het leuk vindt. Krijg je van mij de gratis bij. Gewoon omdat het kan. Omdat jij ervoor hebt gezorgd dat we 100 PSA kaarten hebben geopend. Even kijken. Deze. Oh, die zijn ook trouwens voor jou. Ik zal die er nog even bij gooien. En een Pokébrews kaartje natuurlijk. Jezus joh. Er komen allemaal spulletjes bij nog. De Shadow Ninja. Is dat ook kaartje 75? Oh ja, inderdaad! Kaartje 75 in doosje 75. Dat is wel toevallig. Ik zal deze even tussen gooien, dan kan hij geen krasjes geven. Ja, Hitparade is een leuke box hoor. We moeten eigenlijk een keer 100 van die dingen bestellen en dan gewoon de chase opzoeken. Hey Renske, ik heb een baby die nog wel straks komt. Ja, inderdaad. Dat is ook nog waar, ja. Oké, dan gaan we naar Sophie's. Sophie's heeft namelijk deze box nog. Sophie's, ik weet niet of je nog wakker bent. Ik gok van niet. Maar als je er bent, we gaan voor jou nog openen. En dan stuur ik je een screenshotje van de hitjes. Van de hitjes. Bruce is mijn baby. Bruce is mijn baby, die slaapt ook slecht. Nou, inderdaad, ja. Nee, ik slaap heerlijk trouwens hoor. Ik slaap echt super makkelijk en super snel. Altijd, maar niet na de stream. Na de stream moet ik altijd even Netflixen, even onprikkelen. Snap je dat? Even onprikkelen. 20 uur, ik ben nog wel even wakker ook. Oh, lekker maat. En je kan gewoon bestellen, hè. Ik maak het live voor je open gewoon. Ik ben gek, hè? Even kijken, deze. Alright. Daar komt hij, Sophie's. Deze voor jou. Zit je in Bonaire of zo? Ja, waar zit je eigenlijk nu? Dan had ik in de horeca. Ja, als je klaar bent met werk, dan moet je gewoon even ontprikkelen. Scizor, baby shiny ook gewoon. Meteen de eerste pack. Het is wel zo'n avond om gewoon lijpe shit te voelen. Het is wel een lijpe avond zo. Met al die submissions. Holy shit, man. That's crazy. Bonaire. Oh, lekker, maat. Gezellig.
In Bonaire is het nu pas 8 uur, jongens. Toet scroll! Oh, je woont daar ook echt. Oh, lekker, man. Gelijk heb je ook, ja. Ik wil hier ook weg. Ik wil naar Spanje of zo, Portugal. Weg uit Nederland. Oeh, Glimora! De Glimora. Wist ik, nee, wist ik echt niet, man. Geen idee. Ik ben er op vakantie geweest, was wel cool. Bonaire, ja, ik ben er nog nooit geweest. Ja, verzending blijft Nederlands tarief, inderdaad. juli ben ik even een paar weken in Nederland. Oh, gezellig, man. Oh, daarom kun je naar de beurs ook. Heb je al tickets gescoord? Als je nu nog tickets doet... Hé, hey, we kunnen wel... Oeh, woeper. Voor de strijders die nu nog meekijken, kunnen we wel even een... Een free ticket giveaway doen. Misschien win je hem wel. Misschien win je hem wel. Ik heb nog tickets die ik weg mag geven namelijk. Maar verzondagen er niet. Hey, je kan een zaterdag of zondag winnen, dus dat is helemaal prima. Ik vlieg uit Spanje, maar hier is het ook gewoon 1:55. Oh, echt? In Spanje is het ook 1:55? Ja, hier ook inderdaad. Even kijken, een Nightbotje giveaway. Wat een content tijdens de babyvoeden, lekker maat. Alright jongens, zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Komt ja. Hashtag gratis ticket Pokémon World Events. Als jij een gratis ticket wilt winnen, doe even de hashtag gratis ticket Pokémon World Events. Copy paste. En jij maakt meteen kans op deze free ticket. Voor een zaterdag of zondag. Gratis. GRATS. Voor iedereen die hem wilt, hè. Voor iedereen die kan. Zorg dat je hem erin zet. Zorg dat je hem erin zet. Wie weet maak jij wel kans op deze gratis ticket. Geregeld via Pokébrews en Pokémon World. Kleine samenwerking. Ik mag er 5 weggeven, jongens. Ik mag er 5 weggeven. We hebben er vorige keer eentje weggegeven. Gisteravond. Vanavond doen we er gewoon nog één. Gewoon omdat het lekker is. Gewoon omdat het kan. Dus ook voor de lurkers. Als je mee wilt doen, gooi je erin, hè. Hashtag gratis ticket Pokémon World Events. En jij doet mee. Sophie's. 18-4. Oh, wacht. Er moet wel een Pokéboost kaartje bij. Kovagrius. Maar ze heeft de set toch al compleet. Dus maar ja. Ik kan niet. Tentamen is een beetje hypocriet. Want, hey joh, gewoon één dag is toch leuk? Alsof je op zaterdagmiddag keihard gaat studeren. Als je dat ook op zondag kan doen. Of andersom. 20 en 21 juli, ja, inderdaad. Bedankt voor deze mooie avond. Geen probleem, Super Gaming. Bedankt voor het kijken. En heerlijke submission, jongens. Alright. Hier gaan we. Er doen 5 mensen mee, jongens. Bowsy, Saphirion, Spitman Hits, Shirtje en Barno. Komt ie aan. 3, 2, 1. Barno! Gefeliciteerd. Stuur mij even een WhatsAppie. Barno, jij hebt hem gewonnen. Free ticket. Voor de zaterdag of zondag mag jij zelf bepalen. Stuur me even een tikkie. Je hoeft mij geen ding te zien. Stuur me even een WhatsApp. Ja, dan stuur ik je de info. En dan kan je hem zelf bestellen, Barno. Lekker maat.
Lekker maat. Barno. Gefeliciteerd. Barno met de ticket giveaway. Barno. Giveaway. Free tickets. Pokémon World Events. Alright, hey jongens. Ik denk dat het compleet is, of niet? Right. Misschien wil Bruce wel live als hij Netflix kijkt. Nee. Nee, dat niet. Even kijken. Ja, is goed. Ik ga hem nu even doorsturen naar je. Waar is die? Sephirion. Ik ga ook slapen. Ja, top man. Ik ga hem ook afkappen, jongens. Dankjewel voor vanavond. Zieke stream. Ik ga proberen het te editen, zodat we het online kunnen gooien. Zodat je in een snelle versie, zeg maar, alles kan zien. En dankjewel voor het bestellen nog. En dankjewel voor de inzendingen. Ik geniet er ontzettend van. En was leuk. Had ik nodig. Ik had het zeker nodig. En mocht je nou nog zo'n kaartje willen, jongens... Mocht je nou nog die PSA submissions willen, spin mijn hits, ik zal nog even die andere laten zien. Deze zijn dus allemaal te koop. Deze niet. Deze zijn dus allemaal te koop, jongens. Mocht je er eentje willen. En spin mijn hits. Check deze even. Deze heb ik ook nog. Valt nog te spreken over de prijzen. Even kijken. We hebben een Blastoise. PSA 8. We hebben een Dark Raichu in een PSA 8 First Edition. We hebben een Flareon in een PSA 9. Mooie map ook, ja. Inderdaad. Ik weet niet. Die heb ik wel eens gekregen, volgens mij. Clefairy PSA 7. €40. LSM Holo PSA 6. We hebben een Zapdos Holo hierboven in een PSA 8. En een Zviper Pop 1, er bestaat ook geen 9 PSA van. Dit is de Reverse Holo van Magma vs Aqua. Net zoals die andere Skeptel. Oh, wie had die Skeptel? Misschien is deze wel vet om erbij te hebben. Dit is ook een Pop 1.
Van wie was dat ook weer? Skeptaal. Ik ga even terugkijken. Weet iemand dat nog? Februari was het, hè? Van Sparky was die. Van Sparky was die. Sparky. Maat. Ik ga hem afberichten. Alright, even kijken. We hebben hier Jammin 10 Nidoqueen van Skyritz. De Non-Hollow. €75. En ook de Alakazam Skyritz 10. Super vette kaart. Ook 115. We hebben hier nog een Blossom. Neo Genesis Holographic. In een PSA 8 voor €65. En een Machamp First Edition PSA 8. Voor €115. Ik heb hier nog Skyritz. Allemaal negens. De Moltres heb ik hier. €65. Ik heb hier de Arcanine en de Gengar. €60 en €125. Dan heb ik hier TGA grading. Die mag voor €50 voor allebei. Het zijn allebei tiener. Dezelfde kaarten, maar dan met een ander labeltje. Dan heb ik twee Jammin 10 Blastoise. Japanse Blastoise van de set Sun and Moon. Japanse Sun and Moon Base. En die zijn €75 en €165. Allebei in een 10. Deze wordt zondag opgehaald. Dus die heb ik dan niet meer. Maar deze twee heb ik wel nog. De Palkia. €130 in een Jammin 10. En deze Electrode PSA 7 van Jungle. En dan heb ik nog een PSA 2 Kabutops voor €45. En deze twee voor €35. Van CGC. Dat is hem. Dat zijn alle kaartjes. Paardpalt, ja inderdaad. Ja. Dat zijn alle slaps. Mocht je wat willen, let me know. Dan kan ik mijn nieuwe lamp kopen. Wat een kut, sorry jongen. Kutlamp. Dure kutauto. Maar hij rijdt wel heel lekker. Ai, ai, ai. Alright jongens. Ja. Dat was hem weer. Crazy. Voor de eerste keer zag je, dat snap ik wel, ja. Vet jongens. Oké, rustig aan. Slaap lekker. Ik spreek jullie snel. Houd de contact, rustig aan. Ciao. Doei!